Hallo, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van onze Connectie podcast. Mijn naam is Bert van de Bury, oprichter van Connectie, en deze podcast gaat over kantelmomenten van ondernemers, bedrijfsleiders en CEOs. En dat is omdat we geloven dat het belangrijk is om als ondernemer jouw uitdaging bespreekbaar te maken. En ik ben vandaag heel blij dat we Dries en Jury te gast hebben. Die zijn eigenlijk uh, altijd samen of toch in één zin uh, uit te spreken. En we gaan wat dieper in om uh, op hun kant momenten en uh, het ondernemersparcours dat zij hebben gelopen. Van harte welkom bij de Connectie podcast. Dag Driza Jury. Hey. Hey. <laughs> Hoe gaat het? Zo van. Goed. Goed? Heel fijn dat jullie hier. Uh, bij ons zitten, zoals gezegd, de eerste keer in een uh, duo-gesprek, dus geweldig. Dus ik ga uh, toe een keer zo moeten <laughs> kijken. Maar uh, voor de uh, paar mensen in deze wereld die jullie niet kennen, wie zijn uh, Dries en Jury? Twee vrije mensen. <laughs> kan ik moeilijk geloven? Nee, nee gooi je af. Um, Wij. Ja, we zijn, zijn een, een duo. We zijn een duo in het uh, dagelijks leven. Want we zijn getrouwd. En we zijn een ondernemersduo sinds uh, 2008. Um, we hebben eigenlijk, ja, toen dat we elkaar hebben leren kennen, direct beginnen samenwerken. We hadden toen een, een klein marketingagencyke, uh, Make Them Talk, um, dat eigenlijk ook nog een hostessenbureau is geweest. Dus we hebben zo, uh, wel wat verschillende dingen. Trial and error. En dan hebben we in 2012 samen Wasbar gestart. Um, en dat dan in 2015 verkocht. En dat dan in 2018 hebben we Chicler opgestart. tussentijd mm -hmm. hadden we ook nog Embassy, ons pr bureau um, Ja, en op vandaag uh, hebben we al... Uh, ja, zitten we hier. <laughs> <laughs> Absoluut. Ja. En dat was nu in een notendop, maar daar gaan we straks ongetwijfeld uh, wat dieper op ingaan. Een vraag voor jullie eigenlijk uh, afzonderlijk. Hoe zouden jullie... Jezelf omschrijven als, als persoon. Oeh. Dat had ik nu wel niet zien komen. Eigenlijk. Dat is de bedoeling. <laughs> <laughs> um, ja, druk. Um, druk vooral. Een beetje all over the place. Um, ha, ik, ben zo, ik ben vis, ne? En, mm -hmm. en dat, zijn zo, dat, is, dat zijn heel dubbele mensen, want wij moeten bijvoorbeeld heel veel mensen zien. We hebben echt connectie nodig, met heel veel mensen constant. En we hebben ook heel veel tijd op onszelf nodig. Zo. En ik ben echt wel zo'n... Ja, ik de extreme ben echt eigenlijk. wel vissen. Ja. Ja, okay. um, ik kan, kan opstaan s'morgens en niet zwijgen of niet stoppen van werken tot een kot in de nacht. Ik kan opstaan en denken van... Pff, zit er vandaag zo precies niet echt in. Mm -hmm. um, en daar ook mee om kunnen. En dan gewoon dingen doen waarin dat oké okay is. Om een dag wat Rustig, mij laten inspireren, iets lezen, iets gaan opzoeken. Um, een keer gaan wandelen en nadenken over andere dingen. En dan andere dagen ook zelfs mijn telefoon niet oppakken omdat ik bezig ben en dan moet ik mij rust laten. Dus ja, ik ben niet echt één iets, ik ben ja. twee dingen tegelijkertijd. De contradicties, eigenlijk. Ja. En nog dingen die je zelf zou toeschrijven als karaktereigenschappen? Ehm... Um, ik uh, begeleid graag dingen. Ik uh, begeleid graag mensen. Van, van... Ik ben vroeger dansleraar geweest. Okay. En um, ik denk dat dat daar een beetje uitkomt. Of ik deed dat omdat ik dat toen al interessant vond. Om mensen iets aan te leren. En, en... Wat, ik, wat ik me herinner toen ik vroeger les gaf. Is het waren niet de beste dansers. Dat ik de tofste dansers vond. Okay. Um, ik had graag iemand die zich ook inzette. Ook al was hij wat minder goed vond okay, ik dat tof om die mensen te begeleiden. Ze waren eigenlijk niet vrij goed, maar ze wilden wel heel graag. De goesting was erop. Ja, dan. ja. En, en ik herinner me dat ik dat toen ook niet erg vond om aan, om aan dat soort mensen tien keer hetzelfde uit te leggen. Mm -hmm. Maar aan die topdansers, die zo maar iets aan van... Oh ja, allez, ik zal het maar doen. Had ik zoiets van... Doe nu even gewoon je nef voor. Oké. Okay. Um, en is dat dan omdat je, omdat je die, die motivatie of die goesting zo belangrijk vindt? Dat je zegt van... Dat soort mensen begeleid ik... Graag. Ja, ik denk dat dat tweeledig is. Ik heb iets van... Ik hier ook... Allee, toen ook niet altijd met mijn volle hoesting, maar ik ben hier wel om jullie iets bij te brengen, mm -hmm. als, allee, als, als ik les gaf toen. Um, en tegelijkertijd vind ik ook dat de ruimte moet laten om mensen zich te laten ontplooien. Dus dat is wel hetgeen waar ik nu nog meeneem. Als we de teams dat we soms aansturen, om in het begin, als, als er iemand bij dat team komt, of als wij bij een nieuw team komen, om in het begin wel redelijk goede de lijnen uit te zetten, maar daarna ook wat mensen ruimte te geven om ja, zelfontplooiing, want je zit er niks mee om iemand zijn handje vast te houden en te zeggen, we gaan nu stap voor stap altijd dit gaan doen. Mm -hmm. En er is geen ruimte om daarover te babbelen of dat het misschien beter kan. Dan worden zij er niet beter van, dat wordt de klant er niet beter van, worden wij er ook niet beter van. Mm -hmm. Oké, okay, dansleraar op vandaag, nog altijd mee bezig? Of, uh, op een... nee. <lacht> 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 nee. Het is al even geleden. Ja, ja. all right. Het is natuurlijk makkelijker. Ik had een vraag al goed. <laughs> ja, voilà, ik um, dan even snel Maar daarom mee. is de vraag: ik vind dat niet gemakkelijk uh, okay. um, om daarop dan te antwoorden. Want ik weet, als ik, um, als ik daar dan terwijl veel aan het was en aan het denken was, van, wat moet ik zeggen? Dan kom ik heel snel uit bij uh, enthousiasme, maar ik raak ook nogal snel overenthousiast over, over zaken. Um, ik vind het super tof dat we dingen kunnen creëren en dat, dat we dingen kunnen, kunnen opstarten en dat dat ook. Kan als wij morgen denken van ah, we gaan dat doen en dan, dan zijn er wel wat dingen te doen en dan wat knopjes te duwen, maar dan, dan lukt dat ook uiteindelijk. Maar soms is dat ook wel een, een, um, is dat ook een nadeel, want ik ben daardoor heel ongeduldig, waardoor dat ik zoiets heb van als ik, daar, als ik vandaag op die mail kan antwoorden, waarom moet ik dat dan laten liggen tot morgen? Waardoor dat ik heel hard heb moeten leren en, en dat. Allee, vooral onder invloed van jullie om, om rustiger te worden, om meer te denken over bepaalde dingen. En om, om mij niet te laten vergalopperen in dingen die um, ja, ik kort heel snel enthousiast. Oké. Okay. Omdat... Dus, ja, omdat ik gewoon het gevoel soms heb dat, 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 dat allee, uit enthousiasme en uit hoesting uit en uit, uit drive. Mm -hmm. Maar soms is dat allee, niet alles moet altijd instant nu gedaan zijn. En mm -hmm. soms is het ook beter van ik erover iets. Twee seconden al vooraleer dat het in gang steekt, er direct op te springen. Ja. En dat creëren. In hoeverre is dat iets wat een rode draad is doorheen jullie ondernemerspad? Ja, ik denk dat dat de rode draad is zelfs. Okay. Um, ja. Wij kunnen moeilijk, ja, overenthousiast, en onlangs nog weer plots een idee in ons hoofd, en dan is dat niet van, ah ja, dat zou tof zijn. Nee, dan duurt die een avond totdat dat er ligt. Hè. Dan moet er een naam zijn en op welke locatie zullen we dat doen. En wie is de doelgroep? En, dat echt, en hoe moet dat eruit zien? Hoe moet dat voelen? Hoe moet dat klinken? Hoe moet dat rijken? Ja, daar, daar is echt wel ja. Dat creëren. Creatie is echt wel iets wat wij super graag doen. Het is, het is ook super vermoeiend, hè want als wij een keer naar, naar de stad gaan om in plaats van um, in de winkelstraat te lopen, in de plaats daarvan, ah ik vind dan een toffe outfit. Nee, nee. Als er daar een bord hangt te huur, dan denken wij niet van, ah. Dan denken wij onmiddellijk van wat we hier kunnen insteken. Mm -hmm. Maar dat is heel vermoeiend als je in buitenland <laughs> locaties dat, ziet. Weet je waar het er is, ze marcheren yeah. ja. <laughs> hier dat plan, hè, dat weer weer nou, en dat, dat ze weer vlieggoed zitten. En dat is heel vermoeiend. We zouden heel snel um, afdwalen in het zelf gaan opstarten of mm -hmm. zelf het, er gaan aan beginnen. Maar dat is, denk ik, iets waar we ondertussen, na, na een paar jaar bezig te zijn, wel geleerd hebben dat wij net vooral dat eerste. Leuk dat dat ons, ons sterkt is. Mm -hmm. het, het conceptuele, dat creatieve. Um, ook gaan zien of dat, dat effectief iets is wat we een markt hebben, waar mm -hmm. we bedenken daarvoor. Dat is vooral hetgeen waar wij graag doen en waar we ook goed in zijn, en waar we ook ondertussen al ons een beetje hebben in bewezen. Mm -hmm. um, maar het is denk ik. Allee, de toekomst is wel mooi op dat vlak. We hebben heel veel geleerd. En we hebben heel veel geleerd en, en vooral op dat enthousiasme te tempen en om te ontdekken wat we, we graag doen, wat we goed doen en waar de andere mensen ook nog beter in zijn dan ons. Mm -hmm. Op die manier. En, en waar jullie... Je hebt daarnet genoemd wat je allemaal hebt gedaan. Waar zijn jullie op vandaag het meest mee bezig? Vanuit welke merk of bedrijf acteren jullie op vandaag? Vanaf vandaag is het vooral met de jongens, mm -hmm. dus soms marketing consulting, maar ook concept consulting, die we daarmee. Um, maar eigenlijk dat Rizal dan een beetje ja, aangeeft, zijn we wel meer en meer toch naar die concepting aan het gaan, dat, dat bouwen, dat creëren van, van bij de basis eigenlijk. Um, we zijn voor een paar heel, heel mooie merken nu iets van scratch aan het uitvinden, wat mm -hmm. dat voor ons super tof is. Omdat we ook merkten door onze concepten vroeger, onze eigen concepten, dat een keer dat we zien, dat een boel draait, dan zijn, wij, ja, dan zijn wij het eigenlijk al beu. En wij, worden, wij zijn niet de beste om die operations dan toch mm -hmm. nog 10% rendabeler te krijgen, en omdat ons gewoon simpelweg niet vrees interesseert. Oké, okay, je moet wel proberen een winstgevend bedrijf te zijn. Maar die kleine dingskist, daar worden wij niet super gelukkig van. Mm -hmm. Wij vol, op naar het volgende en van de basis een nieuw verhaal gaan schrijven. Liefst van op een wit blad starten. En, uh, Liefst, Ja. ja. Ja, we hebben dat heel hard ontdekt dat dat, dat dat twee types ondernemers zijn. Ondernemers die, um, die heel conceptueel dingen doen, en, allee, zoals dat wij zijn. En dan heb je eigenlijk ondernemers die super gelukkig worden van de PL en van, van het businessplan te gaan tweaken mm -hmm. en van te gaan kijken waar dat ze kunnen schuiven in, in headcount of, in, of, of iets kunnen veranderen in payrolling. Maar daar worden we helemaal niet gelukkig van. En dat is, we hebben dat al een paar keer beseft in onze in ons, uh, jonge carrière. Mm -hmm. En dat is, hetgeen wat op onszelf, dat is on, de grootste, het grootste risico dat we op vandaag hebben. Dat wij zo enthousiast zijn morgen ja. voor iets nieuws te lanceren en dat wij toch zouden springen om het toch weer volledig zelf te gaan doen. En dan moeten wij vooral onszelf van behoeden van dat te gaan doen. Ja. Dus dat is een, een, een potentiële valkuil wat je ja. vandaag zegt, dat liever niet. Mm -hmm. ja. En daar een beetje de schifting in maakt. Mm -hmm. En 2008 was dan de start van jullie ondernemersparcours een dertien jaar geleden. Mm -hmm. Hoe zijn jullie geëvolueerd als mens slash ondernemers op die dertien jaar tijd? Veel, denk ik. Hoop ik. <laughs> <laughs> ja. Um. Ja, ik ga inpikken op wat Rizer net zei. Hij is wel rustiger geworden. Ja, het is okay. nog ruimte voor verbetering. Maar... <laughs> er is nog potentieel. <laughs> er is nog potentieel. Maar um, kijk, ja, ik ga het over u zeggen. Hij is veel rustiger geworden. Um, vroeger kon er niet genoeg opdracht, niet genoeg klanten, niet genoeg uren gepresteerd worden in een dag. En daar zijn we gelukkig vanaf. Oké, okay, we willen wel een schoon bedrijfsresultaat. Dat we willen voor schone merken werken en we willen mooie dingen doen. Maar het moet niet meer allemaal om het, het meest zijn. Mm -hmm. maar ik denk dat dat ook allee, normaal is. denk, moesten wij nu op vandaag. Allee, alles is, is een groei. Als je ziet wat vandaag onze. Allee, dat is, dat is, wij rekenen niet graag per uur, maar wat je ziet wat vandaag onze dagprijs is. hadden ze dat over tien jaar tegen ons gezegd. Ja, ze was van een kirwit zot zeker. Dat, dat mensen dat zouden betalen voor mm -hmm. ons. Dat is ook om hetgeen wat je leert, mm -hmm. wat je kunt, wat je opbouwt. Als je ziet. Wij hebben ons PR-bureau gehad nog, nog ja, in 2015. Als je nu ziet wat dat ons retaining kost was van klanten, waarvoor dat wij en de PR en de social media deden, ja, dat, is, ja, dat, dat was eigenlijk ook belachelijk dat, dat we dat voor zo'n prijs deden. Yeah. Maar we hebben daardoor zoveel geleerd, zo toffe klanten ook gehad, heel veel ervaring opgedaan. En dat is een beetje, ik denk, on onze grootste luxe dat we hebben sindsdien, is dat we onszelf de mogelijkheid en de kans gegeven hebben om echt te ontdekken wat wij supergraag doen en waar we, we ook goed in zijn. En, al de, en stelselmatig hebben we geprobeerd om de dingen waar we minder goed in zijn, mm -hmm. om dat aan iemand anders over te laten. We zijn er een paar keer de mist in gegaan. Maar uiteindelijk hebben we wel vooral meer en meer op zoek gegaan naar, naar wat dat echt onze core is. En wat wij, wij graag doen, mm -hmm. wat we, we goed kunnen. En ja, het is pas eigenlijk nu dat wij echt het gevoel hebben wat dat, dat is. Mm -hmm. En al de rest ervoor was eigenlijk proberen het leerproces. Ja, ja. dat is. Uh... All right. En als je dan kijkt naar uh, ja, alle facetten van het ondernemerschap die jullie al zijn tegengekomen. Je zegt, oké, okay, dat creëren, dat is iets waar we energie van krijgen. Wat vinden jullie, waar krijgen jullie nog energie van? Van het proces van het ondernemen? Um, wat ik leuk vind, um, en dat is dan vooral door zelf ondernemer te zijn, dat je dat ook spot bij andere concepten of bedrijven. Um, wij worden er alle twee, denk ik, super gelukkig van als dingen kloppen. Oké. Okay. Um, als je voelt, er moet niets uitgelegd worden. Als je niets meer moet uitleggen, daar word ik zo, zo gelukkig van. En ook dus als andere mensen het mij niet moeten uitleggen, maar dat je gewoon voelt van. Ik bedoel, je, bedoelt, je staat iets voor, een concept, en dan aan de overkant wordt dat bijvoorbeeld onthaald. als het is Ja, dat maar dat ik je vind bedoelt. dat ook leuk om te zien bij andere bedrijven, waar wij helemaal ja. niks mee te ah, maken okay. hebben, gewoon ja, 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 ja. in een simpele café binnenkomen en ja. zo voelen van. Hey, dit, uh, dit voelt hier goed. Alles klopt hier zo. Ja, ja. Um, of een customer journey, als je iets online bestelt en de mailkens dat je ervan krijgt en niet te veel, niet te weinig, de juiste tone of voice. So. Dus dat is een beetje good for you, dat ik dan zeg. Een zo fijne beleving. Jullie hè? zijn ja. goed bezig. Ja. Ja. Dus dat slaat niet zozeer op wat we, ja, wij doen dat natuurlijk allemaal voor onze klanten. Zorgen dat die dingen kloppen. Maar ik vind dat echt leuk om te zien op een andere oog dat er nog mensen zijn die dat kunnen. Om dat als klant kloppen. ook te ervaren ja, eigenlijk, op die manier. Ja, ja ik, ik, allee, wat, ik vind dat we ons heel gelukkig mogen prijzen op vandaag. Dat um, alles wat we tot vandaag hebben gedaan, en of dat dat nu ja, voor onszelf is, of dat dat nu is voor, voor andere bedrijven, is dat we daar zelf positief kunnen op terugkijken. En of dat, dat nu positief is op... Allee, vooral dan voor onszelf, dat dat nu een, een, een groot financieel succes is, of niet in het midden, maar voor hetzelfde geld, hebben we er heel veel van geleerd of hebben we er dingen van opgestoken. Maar wat dat we doen voor klanten, hebben we op vandaag nog geen ene keer gehad dat een klant zei, ik ben er eigenlijk niet zo tevreden van, omdat wij de luxe hebben, zeker met ons consulting, dat we maar met ons twee zijn. En wij nemen eigenlijk alleen maar aan wat we van op voorhand beseffen van, dat gaan wij zo goed kunnen okay, <laughs> en als, dat, als we dat niet zo voelen als we daar zelf een beetje schrik van krijgen op voorhand dan twijfelen we daarover, dan denk ik van moeten we dat wel doen, is dat wel voor ons, zouden ze dat niet beter aan iemand anders vragen en waardoor dat wij, dat wij heel hard hebben kunnen focussen op hetgeen wat dat we kunnen, en dat we daar nog super hard kunnen hebben op oefenen en mm -hmm. nog op bijleren, waardoor dat we daar eigenlijk vandaag nog beter kunnen, en daardoor Vind ik vind dat super tof als we met iemand aan tafel zitten. En als dat gaat over onze business, over, over wat wij aanbieden. Mensen worden daar, worden daar vrij enthousiast van als wij daarover babbelen en als ja. we daarover vertellen. En als wij met iemand aan tafel zitten en die hebben aan ons iets gevraagd om iets uit te werken. En wij babbelen daarover. Dan, dan ik word ik daar vrij gelukkig van dat die klanten altijd even enthousiast worden als ons. Dat je die aansteekt, bij een manier van spreken. Ja, en dat is ook doordat we leren nee zeggen hebben. Hè? Mm -hmm. Want vroeger, oh, inderdaad, er is altijd aan van... Soms onze prijzen vroeger waren zodanig laag. Als je daar nu op terugkijkt, hoeveel wij moesten doen voor hoe weinig omzet. Daardoor moesten we ook wel zodanig veel klanten hebben om te kunnen, aan het eind van de maand, mm -hmm. hè, positief af te sluiten. Um, en we hebben geleerd door nee te zeggen, komt er ruimte vrij. En die ruimte blijft nooit vrij. Maar die mm -hmm. wordt nu met de juiste dingen hè, gevuld. En nu heb je daar... En dan kun je ook genoeg... Vragen, want je hebt genoeg aandacht voor het ene klant of voor één project waar dat vroeger niet kon. Dus die grotere projecten kwamen nog niet naar ons toe, want we, hadden, we stonden er gewoon niet voor open mm -hmm. in een way. Mm -hmm. Het is zo'n proces waar elke startende onderneming een beetje doorgaat. Zo van ja, ik pak alles aan uit schrik voor het gaat ja. niet genoeg zijn anders. dat ja. je dan uiteindelijk in een fase komt van uh, poeh, nu hebben we de luxe om, uh, om ja. te kiezen. Ik weet dat dat voor, voor sommige mensen een beetje poeha klinkt uh, soms van ja, maar ja, je moet toch wel rekening betalen dan kan ik toch niet twee weken zitten wachten totdat de grote klant aankomt maar dat is gewoon, ja, dat manifesteren dat is die mindset en er zelf in geloven van en oké, okay, je moet eerst, you gotta pay your dues eerst hè. en dan komt het wel maar als je er zelf niet in gelooft, dan blijft daar ook zo wat hangen mm -hmm. en wij hebben daar de laatste tijd ook heel bewust mee bezig geweest, van hoop, ruimte maken in ons hoofd, ons openzetten voordat er hier uh, allemaal rondzweeft qua mm -hmm. energie en dat soms gaan vinden. Mm -hmm. op, dat vlak, allee, op dat vlak hebben we echt de chance dat wij, dat wij zot complementair zijn. Want daarin allee, gingen wij nooit staan en waar we vandaag staan, hadden we dat niet met twee kunnen doen. Want ik ben eigenlijk in de fone verkoper. Ik, okay. ik ben, ben mijn, ooit begonnen bij, bij Think Media als, als uh, ja, ik verkoop van creatieve advertentieconcepten. Dus ik heb echt geleerd om, om dingen te verkopen. Ik word daar ook vrij gelukkig van, van iets okay. te kunnen verkopen. Waardoor dat, dat soms heel lastig is om op een bepaald moment. In een samenwerking met een klant de evaluatie te maken. En zoals dat we in het verleden al een paar keer zaten van Oké, okay, maar dit is eigenlijk niet meer voor ons. We hmm. hebben dat nu lang genoeg gedaan. Wij vinden dat we onze job hebben gedaan. Wij vinden dat, dat het goed is dat je verder kunt. Dat je, dat, dat, allez, je hebt ons niet meer nodig. En, Allee, of, of je kunt beter op een ander zijn, ik zeg maar iets, ja. beheer van social media, We hebben dat een tijd gedaan, op een bepaald moment moet je dat ook een, als je voor jezelf beslist wat en niet meer te doen, moet je dat ook beslissen wat en niet meer te doen. Ja. En ik ben nou wel de een die zoiets, ja, ja het is wel zoveel in de maand, gaan ]ig. we dat wel stoppen? Heb nee, je zegt van, stop dan nu gewoon, ik bedoel, ja. anderen, allee, het gaat wel binnenkomen, en dat is echt crazy, ik geloof het daar allemaal niet in en al die, die <laughs> aantrekking en law of attraction, ik heb dat vreemd moeten leren, maar dat is effectief als je, Morgen, de dag dat ik mijn telefoon pak naar de klant en zeg: maar, Kijk, we hebben het gevoel dat onze job is gedaan, het zit erop voor ons. De dag erachter krijg je een aanvraag voor iets wat tien keer groter is, tien keer meer in onze school past. Dat is echt zot. Dus durven nee zeggen ook, ja. hoor ik. In de zin van niet alleen inhoudelijk, maar ook gewoon durven zeggen: Hier stopt het. Ja. In plaats van te blijven. Ja. Ergens inhangen En niet alleen op wat dat budgetair is, of de grootte ja. van je klant, maar ook voor jezelf. Hè? Voor jezelf vooral, ja. ja. Een keer dus, durven ja. niet zeggen op gelijk welk vlak. Ja. Um. En in hoeverre zijn jullie soms horen ja, van mensen zijn of van ondernemers... Dat zijn geboren ondernemers, die hebben echt ondernemersbloed. In hoeverre is dat bij jullie iets wat er al vrij vroeg in zat, al dat niet? Bij mij... Ik heb niet dat gevoel, maar ik kan mij wel moeilijk... <laughs> Um, hoe ga ik dat zeggen? Hoe ga ik dat nu uitleggen? Ik denk niet dat ik ondernemersbloed geboren ben, maar ik ben niet geboren om ergens binnen een bepaald kader iets te moeten doen en dat heel mijn leven te moeten doen. Okay. Um, ik denk dat dat ook een beetje. Dus in die zin, misschien wel, die koppigheid. Als je niet koppig bent, dan word je volgens mij geen ondernemer. Ik denk dat dat er wel een beetje in zit en mm -hmm. voelen dat dingen ook anders kunnen. Um, maar het is niet dat ik op mijn. Uh... Zes jaar koekjes stond te, te verkopen of zo. Of ja, ja. ik ben gewoon, ja, ik ben gewoon koppig. Ik denk dat dat daarom is dat okay. ik hier zit. Oké. Okay. Ja. Ik stond op mijn twaalf jaar wel auto's te wassen op de park. Echt? Dat is <laughs> ja. ja. okay. ja. Helaas. Allee, niet helaas. Helaas? Maar, ja. Nee, nee. Nee, 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 nee maar dat was, was, uh, was cool. Ik heb heel veel geleerd erdoor. En ik moet zeggen, ook, ook heel dankbaar wel... Ja, heel, we werden wel een beetje doorgepusht door, door Thuis zo, en, okay. en, en mijn ouders, een zelfstandig gezin. En, uh, mijn ma was wel de eerste voor te zorgen: zo, van, ah ja, we wilden dat toen natuurlijk, hey, we gaan nu overal laten bedrukken van achter. We gaan borden zetten op de parking. En ja, dat werd wel gepusht en daardoor. Gestimuleerd, niet gepusht. Um, en daardoor wel altijd zo'n beetje bij denken. En toen dat ze dan later zo wat wilde worden, dan wist ik niet wat, want ze ik altijd wel zelfstandig. Dus mm -hmm. dat is wel grappig. Dus, dus blij dat dat wel uiteindelijk een, een invulling heeft gekregen dat zelfstandigen. Ja, maar bij jou wel degelijk van thuis uit. Want soms door dat. We hebben, we hebben dat van thuis uit, ja, of niet anders gezien. Ja. Of ze hebben dat gestimuleerd, of het wel, wel een rol ja. gespeeld dan. Ja. Ja, ik, allee, ik moest niet uh, verplicht dood, dus was het Nee, bording, nee, nee, he? nee, maar goed. <laughs> goed. Maar um, nee, met 20% waren ze oké. Zou dat nog? <laughs> All right. Het concept van de podcast. Allee, we hebben gevraagd om een drietal kantomomenten te kiezen. Hoe, uh, hoe was dat om de selectie te maken tussen waarschijnlijk duizenden momenten? We zijn er eigenlijk nog altijd niet over uit. <laughs> ik weet zelfs niet waar jij door is. Er zijn er zoveel, ik, ik vind dat verschrikkelijk. Ja. En, um, het zullen er misschien vier of vijf zijn die eruit komen, ik weet het niet. Maar... Maakt niet uit, we zien wel. We gaan beginnen bij het begin, waar jullie als eerste hebben uh, opgegeven, ja, toch wel, denk ik, impactvol 2011. Besluiten om de vaste job op te geven. Hoe was dat op dat moment? Of wat is er toen gebeurd, Yuri grappen hè, grappen hè, maar dat, dat, ja, ik moet dat weer een beetje denken want het, het feit dat ik daar net zijn koppig zijn. Um, toen wij dat gingen gaan zeggen tegen onze familie en als, best, als beste dichtste contacten en vrienden, iedereen verklaarde het ons echt gewoon zot. Hè? Echt letterlijk? Ja, ja, nee, echt. Ja. Dat gaat dat toch niet. Toen en zegt me: alsjeblieft, dat je je job nog niet opgezegd had. Natuurlijk hadden we dat wel al gedaan, want ja, enthousiast en we gaan dat doen. En, um, en dan mensen, wat ga je doen? Een superette star, Nee, een superette Een met een baar. Ja, droogkeus. Nee. Ja, iedereen had zoiets van... Ja. wat ga hij doen? En moest dat succesvol kunnen zijn, dat dat toch al lang bestaan. En dat er daar nog nooit niemand is opgekomen. Alle clichés van ja. de bezorgde omgeving. Alle clichés. Ja. Alle clichés. Ja. En dat heeft ons net nog meer gefueled om, om te zorgen dat het ging lukken. Ja. 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 Maar pas op, dan wordt het wel realiteit. Wat heb je hebt uiteindelijk. We zaten wel wow, goed. Hè. Arre, mm -hmm. we, we hadden alle twee een goede job. We hadden alle twee een nutte van het werk. Van de dertiende maand, de vakantieheld. en dan ook nog, nog in Veel de feestjes. media, ja, nog, nog, en bedoel, de badpakfeest noem maar op was dat was altijd wel plezant. Um, dus iedereen had wel zoiets van, man, had echt een toffe job. Dus dat maakte het zowel nog een, een, een tapje erger. Een drempel was nog hoger. <laughs> ja, maar niet voor ons. Voor nee, ons nee. Was, was dat het moment en wij, wij ja, op dat idee gekomen van wasbaar En wij, voor ons was dat heel duidelijk dat we dat moesten doen. Mm -hmm. um, maar als je dan zo die eerste barrière overgaat van je ouders... En, allez, ik kan niet zeggen dat onze ouders... Het is niet dat ze, dat ze kwaad waren of zo. Hè, maar die hadden, wel, die hadden wel toch echt stress. Meer stress dan ons. Ja. Veel meer stress dan ons. We hadden eigenlijk geen stress. Als je dat dan tegen je grootouders vertelt, dan snapten die het helemaal niet meer. Maar dan kom je wel tot de stap dat je bij de bank moet gaan. En als je dan je job alle twee hebt opgezegd, dan die een eh, bankier... <laughs> ik zie dat echt nog voor ons. We zitten daar en... Ja, businessplan. En wij zijn enthousiast we dat. Ik bedoel, dat dus, uh, World domination met uh, Wasbar, we gaan daar echt mee groeien. Dan zitten we voor die bankier en die hadden dat businessplan. Die zei van ja, meneer meneer Van de Bogaarden. Allemaal goed en wel, maar wat een circus is dit eigenlijk? Nee, het is niet waar. Ja, je ja, 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 dat is, uh, Ja, nee. een hadden, nee, nee, ja die, is een circus. We hadden ook een coiffeur. Nee, ging nee. We gingen uren ja. voor feestjes. Allee, dat is ook ja. iets dat we geleerd hebben. In het begin Wasbar was ook gewoon heel breed. Hè. Voor ons was dat heel breed. Alles wat wij wouden doen, hadden we erin gepropt. Stap, ja. <laughs> dus, <laughs> ja. um, Waardoor dat dat wel, dan kregen wij geen lening. Ja, want en... horeca op zich, dat is dan niet, en dat was zeker toen niet de sector dat de banken grappig voor waren om in te investeren. Ja. Laat dan ja. nog staan met een kapper en mijn wasmachine in het midden en in die hebben zoiets van... Ja. Ja. Probeer het, als het niet lukt, allee, of als het goed gaat, kom binnen een paar jaar een keer weer. Als je nog geld nodig hebt, maar nu gaan we ons niet aan riskeren. En hoe stapte dan buiten, uit de bank? Goh, ça va. maar ik denk dat daar zo'n beetje dat verkopers... Iets van, van toen erin zat en ook uit ons. ons allee, we waren zo jong, we hadden zoveel hoesting dat we ons niet wilden laten doen. Hè. We, we zijn thuis gekomen, we hebben onze glas gepakt, we hebben gezegd: hoe gaan we dat oplossen? En dan uiteindelijk, ja, we hadden natuurlijk het voordeel dat we wel vanuit die media wel een, onze achtergrond zat in, in sponsoring, in brand mm -hmm. activation, in marketing, waardoor dat we wel onmiddellijk wisten: ja, ja, oké. Okay, Heel dat concept van het, 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 het eten, het drinken, het wassen. Misschien is dat wel iets voor, voor een wasmachine, maar voor mm -hmm. daar mee in te stappen en voor te zorgen dat dat... Ja, zij hebben eigenlijk een live showroom door ja, die machines bij ons te zetten. En toen zijn we eigenlijk gaan babbelen met, met Electrolux, en a Ze Zijn op vandaag nog altijd partner van het concept. Zij hebben... Um, ja, een... een, allee, echt een voor dat, voor, op dat moment, als ik nu zie wat wij toen... Hadden gevraagd aan hen qua fee voor iets wat dat niet bestond, wat dat puur op papier bestond. Ik, ik weet niet of, dat, of dat we dat vandaag nog zouden durven, zo'n bedrag vragen, mm -hmm. om gewoon naar hen te zeggen: Oké, okay, we gaan hier drie vestigingen Ook dan van de eerste keer onmiddellijk drie, want ja, anders zei je geen verhaal naar hen. Maar ja, we wisten ook niet, kunnen we dat wel? Drie, we hadden nog geen locatie, we hadden geen idee. Maar we hebben zo naar hen gestapt, we hebben dat gepitcht. En eigenlijk was dat onmiddellijk goed. En natuurlijk hadden we met, met dat budget van hen. Onmiddellijk dan wel ja, een beetje power, wat de kapitaal, dus dan hmm. zijn de banken wel gevolgd. Ja, ja. Um, maar dat was ook een risico, want ja, ik denk dat dat ook een beetje de luxe was dat wij vanuit dat sponsoring en zo kwamen, maar we wel de value een beetje beseffen, want ja, als je dat morgen doet vanuit het niets, ja, dan zijn je al content als je je machine gratis krijgt. Terwijl dat wij, machine plus een, een groot budget voor, voor, uh, voor visibiliteit en tot ja. op vandaag nog altijd. Dus, dat leuk ja, dat we dat en, zo kunnen doen. Maar de steun van een Electrolux, in dit geval, is wel belangrijk geweest om dan ja. eigenlijk ja. Uh, die stap te kunnen zetten. En ja. een partner die nu gelooft, ja. voor dan op dat moment heel veel geld. Dus, ja. Uh, ja. En dan het, uh, het topstarterverhaal, waar ik persoonlijk uh, jullie nog altijd zie staan, uh, <laughs> <laughs> met de eerste stappen, en dan de net ingerichte wasbaar in Gent. Uh, hoe is dat gegaan? Jullie hebben zich dan. Daarvoor ingeschreven, veronderstel ik. Dus, uh, of, of waarom ja. hebben jullie dat gedaan toen? Dat was uh, iets kwam van, uh, van het werk. En hij zei, oh, je zat eigenlijk op een ja, moet jij dat misschien vertellen? geen <laughs> idee niet in hoeverre dat ik daar moet over uitweren. Uh, ja, nee, ik, ik had zat in mijn opzeg Ik zat bij Corelio. Uh, ik had nog de, de stap gedaan op het einde van, van, de, allee, van Think Media naar Corelio uh, voor daar op, op creative sponsoring te gaan werken. Maar dat was niet mijn omgeving. Allee, hmm. Corelio was, was voor mij heel... Dat was echt een beetje een administratief... Vehicle, terwijl dat wij kwamen van een, een, van een uitgeverij waar alles kon. Hè. Met prima gezien konden wij alles doen. Als we twee morgen, al twee vandaag gedacht hadden voor een, een surfkamp te doen. Dan, dan hadden we een dag erachter een surfkamp in gang gestoken. Terwijl bij Corero was dat toch net iets anders. Dus dat heeft ook wel een beetje een. een ja, gezorgd ook voor een versneld uh, effect bij het neutral van, uh, van het idee van Wasbar. Maar ja ik had daar toen eigenlijk redelijk veel tijd in mijn opzeg. Toen zat ik redelijk wel op, op, op Twitter ook zo'n keer wat te, te zien. En, uh, toen zag ik een tweet van van dat uh, van was dat toen? En ze zeiden van, we zoeken startende ondernemers um, om gevolgd te worden voor een nieuw ondernemersformat. Mm. En dat kwam voor ons juist uit... Allee, we gingen eigenlijk de maand erachter ons vennootschap starten. Uh, de maand daarachter gingen we ja. ons, ons eerstuurcontract tekenen. Perfecte timing. Dus wij voelden ook wel van, mm. als wij ons nu inschrijven... Ja, we weten ook wel een beetje gekend hoe dat TV ook werkt, hoe dat productiehuis wel werken. Dus we wisten ook wel van: ja, wij, wat kans dat wij daar gaan inzetten, want we, wij komen juist in die funnel voor, voor dat programma. Mm. Dus. En dan word je geselecteerd. Ja, dan hadden we oh, die eerste aflevering, ik ga dat nooit vergeten. <laughs> die eerste auditsie, dat die Dat was thuis Ah ja, dat is yes. Ja, dat was een her, maar dat heeft niemand weten te zien, natuurlijk. Nee. Ja, dat Vertel. was echt. Er zijn een klinkende ruzie buitengekomen. Hey, ja. Dat heeft niemand gezien, hè, maar dat heeft ik in de auditie nee, gedaan. Nee. Oh my, dat was niet normaal. Nee, ja, zo, zo, <laughs> plat van de stress. Is dat, ja, dat was wel heel onwennig. Dat was onze dus eerste keer voor zo'n camera. Ja. En, en ja, je weet ook dat dat voor je zaak wel een impact kan hebben. Um, en we zitten daar en alles wat ik zei, of alles wat ik. Als antwoord gaf op een vraag, zei hij ook nog een keer, maar net iets anders. Zo ken ik heb dat ook moeten afleren, Altijd het gevoel okay. hebben dat ik het altijd iets beter kon. <laughs> dus hij had echt tireerde dat hij helemaal iets, iets anders aan het zeggen was. Juist, hetzelfde als eigenlijk, yes, zelf, wat ik gezegd heb, maar met zo'n beetje dingen veranderd. Ja, dat vond hij niet zo leuk. Nee. Maar ik kwam bijna en zei tegen hem: van, ja, als je pijst dat ze twee pipoes gaan in een show steken, die gewoon constant zelf zijn: zeiden, dat is het, hè, dat was het, we hebben het geprobeerd, maar dit hoort hem niet. Ja. Oké. Okay. Maar het werd hem wel. Dus, ja. Uh, ja, kijk. En dan hebben we wel gevraagd aan productie van kijk. Oké, okay, we willen daaraan meedoen, hè? Tof dat we de kans hebben, maar we hebben wel geen tijd. We zijn wel echt effectief in opstart van een bedrijf. Wij hebben onze job opgegeven, we hebben geen inkomen meer. We willen wel focussen op ons bedrijf en hmm. niet van allerlei testjes en proefjes en zo gaan doen. Dat zien we echt niet zitten. Want die in de eerste, de eerste aflevering was een opdracht en dat was bij JAGA, bij Jan Krikkels, uh, in Diepenbeek. En uh, de opdracht was... bouw de chauffage van de toekomst uit afval uit onze containers. Ik zweer het u, ik kan echt zoiets... Ik heb dat gezien. Ja. Waar ja. zijn wij onze tijd aan het uitzinken? Echt, waar? Maar goed, dan een, een vreed... Ik vond dat een goed idee, wat we hadden. We hadden een badkamermeubel gemaakt, waar uw, um, uw chauffage achter uw spiegel liep en zo, waardoor... Dat je je um, spiegel nooit aandampt. Het okay. idee van een kleine kamertjes, want dat sluit aan bij wasbaar voor mensen die klein wonen. En ik vond dat we dat goed gedaan hadden. Uh, maar dan, uiteraard, ja, ik ben niet de handigste of toch zeker niet onder stress met afval, met camera's op je hoofd. Ik schiet daar in mijn vinger, uiteraard we ze drie schietjes, ook eens in de vinger. Dat wordt dan een beetje plots zo van ja, wij zijn wel geen knutselaars, we zijn wel ondernemers. Uh, maar gelukkig was er maar één aflevering en ging het daarna echt wel over onze eigen business. Ja, maar, maar in hoeverre heeft dat programma jullie dan op een of andere manier een boost gegeven? Of, of toch wel wat? Uh, want jullie winnen dan, voor de mensen ja, die het niet gezien oh, hebben. Was, dat was super dubbel, hè? want voor, dat, dat was het nieuwe in zijn genre. Wij hebben voor, uh, om dat yeah. te winnen hebben wij um, 25.000 euro gehad. Um, wat dat, uiteraard allee, de schone prijs is. Maar dat is niet dat je, zoals nu mijn restaurant, je restaurant krijgt. Ja. Dus wij werden zo... In het begin was dat eigenlijk ambetant, want we waren al open voordat dat uitgezonden geweest is, want hij heeft nog een, een uitstel gehad. Um, en we zijn open gegaan en wij zaten eigenlijk... Met, allee, die eerste vestiging zat, zat in Gent, dat zat chockvol constant. We hebben er echt... was echt wijs. Uh, PR had dat volledig opgepikt, dat concept was gewoon gelanceerd. En dan kwam dat pas op tv. waardoor dat zo plots de, 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 de bijklank kreeg... Ah ja, maar tuurlijk draait ze goed. Want ja, dat is omdat ze op tv komen. Of ja, tuurlijk draait ze goed. Ze hebben het al had Ze zeen... gekregen. Ja, en daardoor moet je dan zo plots tegen zo de, de publieke Perceptie. opinie, ja. moet je zo gaan, gaan verdedigen. Oh ja, maar ja, dat zijn de die van je was eruit. Ze hebben dat gekregen omdat ze dat programma gewonnen hebben. Ja. We zijn, ja, ze hebben ons gewoon gevolgd. En we hebben het gewonnen bij 25.000 euro. Dank u wel daarvoor. Maar dat, de rest hebben we wel zelf gedaan, tuurlijk. Dat is ook dat ego een beetje op dat moment. Ja. Hè? Want we wil niet dat iedereen denkt dat het enkel maar gelukt is doordat je op tv kwam. En we voelden dat op dat moment echt. We waren ook nog jong en dat was dus zo betand voor ons. En, jong, nee, het is niet alleen maar doordat we op ja. tv zijn geweest. Maar wat dat op dat moment niet duidelijk was, is um, dat dat zo lang bleef hangen bij mensen. Mm -hmm. Ja, toch? Dat was echt gek. We hadden zo het gevoel dat het programma zelf, op het moment zelf, dat dat niet zo superveel mm -hmm. deed. Ook al waren de kijkcijfers wel goed. Maar... Hoe, hoe langer dat gepasseerd dat, nee, dat, dat geleerd is, hoe dat meer dat wij daarop aangesproken worden. Okay. Onze Stot, familienaam he? is nog altijd van wasbaar. Hè? Dat ja. Is, ja, als, als mensen ons voorstellen, uh, zijn jullie van wasbaar. En dat, daar raak ik weer niet meer van af. Nee. <laughs> Want dan, oké, okay, het programma is dan gedaan, het blijft nog wat nazinderen in de, in de perceptie. Maar dan hebben jullie wel een serieus traject doorstaan met dan wat nieuwe vestigingen en zo. Hoe is dat mm -hmm. gegaan die eerste jaren dan? Dat was tof, hè? We hadden zoiets, ja, want ten eerste die deal met Electrolux, dat we moesten drie vestigingen openen. En opnieuw, daar hadden we al, al heel vroeg door van een zaak loopt, de juiste mensen staan hier. Oké, okay. want to the next, um, dus we moesten zo tegen dat team goed stond, moest er al een nieuwe vestiging ja. in opbouw zijn, op zijn minst. Mm -hmm. Zodat we daar dan konden gaan verder doen. Heeft ook zijn uitdaging met zich meegebracht, uiteraard. Ja. Ja, dat, dat is inderdaad. Ik denk dat dat ook eens een beetje volgt bij hetgeen wat de al de van zeiden: dat, dat temperen soms. Want ja. soms is het. We hebben heel snel geroeid met Wasbara. We hebben, um, denk ik, na drie maanden open te zijn in Gent, hebben we begonnen aan Antwerpen. En na drie maanden open te zijn in Antwerpen, zijn we begonnen aan Kortrijk. Maar voor een compleet nieuw concept, met nieuwe flows, met, met nieuwe manieren van werken, dan betaalde wel veel leergeld. Want sommige dingen komen kom pas uit na zes maanden. Of, mm -hmm. allee, we hebben drie keer van food concept veranderd, omdat, ja. Kom niet uit de voet. Wij, mm -hmm. ja, je, je laat je wel inspireren en je, je doet wel ideeën op. Maar wij zijn alleszins niet de chef-koks de chef's die gaan zeggen van... Ah, dat is nu een food concept dat daar perfect gaat werken. We hebben dat achteraf gezien. Goed gedaan, maar nooit geoptimaliseerd. En waardoor dat je wel drie keer die investering doet... Ja omdat als, als, als onze drie vestigingen waren naar open, als we veranderden van concept. Dus we hebben mm. uiteindelijk eerst ja, heel die inrichting van, van uh, die keuken, ik weet niet waar we eerst dan buiten, dan een nieuw foodconcept, weer nieuw materiaal. Ja, en ook voor geld, alleen voor het budgettaire van in het begin, want iedereen zei, personeel kost veel geld. Let op, met personeel in Noorwegen kost veel geld. Dus we hadden geen een aparte keuken gemaakt, want toen dachten we, ja, maar op kalmere momenten moet er iemand in die keuken en iemand achter in een bar staan, mm -hmm. we gaan die in de keuken achter in een bar staan. Combineren, steven. ja. Ja, dan hebben we op een bepaald moment wel een foodconcept die super goed aansluit, waar mensen echt vooraf komen. Maar doordat een keuken achter een bar was, hadden we geurhinder. Maar met onze was konden we dat natuurlijk niet maken, want ze wilden wel met frisrijkende kleren naar huis gaan en niet omgekeerd. <laughs> Wat praktische issues. Ja, ja? ja, ja. dus, dus dat je, die snelheid heeft ons wel een beetje soms, dat heeft ons wel centen gekost. En achteraf gezien zouden we dan precies eerder geneigd zijn van die neersen. Als een flagship echt, als we dat nu voor een klant zouden doen, dan zouden we zeggen: van laat je flagship zes maanden open. Doet daar voldoende mystery shopping, doet daar van alles van testen. Steek het een keer handsvol, laat het een keer leeg. Speelt Zou met dat je verzetting. Ja. Voilà, zorgt ja. dat die een funnel en die een flow hoe zit het van je eens en rolt dan uit. En ja. dat is denk ik wel. Ja, wat dat ook het voordeel is: nu als ze dat voor andere bedrijven doen, zijn ze veel eerlijker dan voor jezelf. Want Hij ziet de valkuilen en hij spreekt ze aan. Je hebt ze ervaren, je hebt ze meegemaakt. Ja, maar zelfs die dat je niet hebt meegemaakt, soms als je in je eigen concept zit, er zijn ook dingen die je weet, maar je wil het niet weten. Blinde vlekken. Ja. Dat maar niet. bewust, hè? Oké. Okay. Soms weet je iets heel goed. Ik kan nu niet op een voorbeeld komen. <laughs> maar ben, omdat je het bewust niet weet. Allee, je... ja, 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 het... Ik ben zeker dat we dat verschillende keren gedaan ja, ja, ja. hebben. Um... Ja. Dat je weet dat iets een probleem is en dat je denkt van, ik ga eraf blijven. Ja. Want als ik in die pot ga beginnen roeren, zijn we voor even vertrokken. Of gaat ga het mezelf moeilijker maken. Of, um, en ja, als, we, als we dat nu doen voor andere, merken, voor andere bedrijven, zijn we veel eerlijker. Mm. Want je ziet, dat gaan de issues zijn. En we moeten die nu al oplossen. Mm. Durven benoemen ook. Ja, ja oké. Okay. Ja, ik denk dat dat vooral... Allee, we hebben zo een keer een, een, een blinde vlek ontdekt. Hè, want in het begin waren wij... We hebben op een bepaald moment beseft dat wij in sommige zaken minder vaak gingen omdat we wisten dat dat ja. personeel niet goed was dat er stond. Okay. Ja. Omdat je daar eigenlijk... Maar ja. dat, is, dat is niet goed. Nee, dat is het dat keer wat je moet doen. Maar heb je hebt zoiets van, oh, mensen gaan mij aanspreken en misschien gaat dat niet goed zijn of... Ja. Het, gaat, we gaan op, het gaat op ons systeem werken, als we daar zitten en je kunt dan in, de midden, in het midden van een service ook niet gaan zeggen van, ah, doe het anders, doe het anders. En we kunnen, daar moeilijk we kunnen heel moeilijk tegen het feit dat mensen het niet doen zoals dat moet. Okay. Terwijl dat sommige ja. dingen niet zo moeilijk zijn om te doen. Je kunt soms even goed... Het kost evenveel moeite om iets goed te doen om het niet goed te doen. En waarom vermeed je het dan? Omdat je ze anders moest aanspreken? Of in een het... bepaalde stress. Ik denk dat we natuurlijk veel stress wij hadden van die drie zaken die direct open waren. Dus dan, dan vluchten we twee wel naar een andere, waar we dan ja. wel zeker waren ja. dat het goed ging. Dat, dat is waar. waar. En dan op een bepaald moment, en, en allee, ik denk dat dat nog een moment is dat we ons nog levende herinneren, We kwamen toe in Antwerpen en al dat personeel had zoiets van... Allee, al dat personeel, maar dat klinkt mega ja, Dat team die toen aan, aan het werken was, um, hadden wij alle twee zoiets van, eigenlijk, die werken ons een beetje tegen. Ja, wij waren daar alle twee altijd tegen ons hoesting, in die zaak. J jullie? Oké. Okay. En um, waarom? Wat was het, Tja, gewoon gewoon het verschil die, met die werd, Die werd tegen... tegen ja, die, dat was zo'n beetje... Samen tegen het concept en samen ja. tegen, gaan we gaan dat anders doen en, nee, nee, en, en uren, maar we gaan een beetje rappers sluiten. Maar als er niet genoeg focus ja. we weerstand. Dan... is, van ja. die weerstand. Ja. Het was een eerste dag goed weer en iedereen was plots ziek. Ja, ja. oké. Okay. Oh, ja. dan komen uh... toe. ja, we hadden natuurlijk ook, wij, we waren een concept aan het uitrollen. Dat moet in elke vestiging hetzelfde zijn. Er, zijn, er is een reden waarom dat we dingen beslissen. Soms komen we toe en dan zeg ik van ja, waar is dat dat die persoon aan het is? Ja, dat, is een, uh, dat is onze ijskoffie. Nee, dat is niet onze ijskoffie, man. Onze ijskoffie die is door de blender gaan. En daar zitten de ijsblokken in. Ja, maar ik vind dat beter zo. Ja. Ik kan goed zijn en drink hem thuis vooral zo als je hoesting hebt. Maar dit past. Maar, niet, Ja. 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 Oké. Okay. En die avond hebben wij, Hansen, um, team, vier mensen, um, allemaal ontslagen van een dag op de andere. We zijn nog teruggereden naar Gent voor een valies te maken. We hebben een Airbnb geboekt in Antwerpen. En we hebben vanaf die dag, de dag nadien, zelf in Antwerpen opgestart. En die zaak twee weken, drie weken zelf gerund. En ondertussen personeel gezocht. Die samen heeft eigenlijk ja, ingerold met ons. En dan waren we geruster dat het, dat het goed ging zijn. En toen hebben we een boel verkocht. <laughs> dan liep het goed. En dan, story, het was niet zoveel later, nee. denk ik. En dan, wat, wat hebben jullie uit die, uit die jaren geleerd? Uit zo 2011, 2015? Wat zijn zo de, de dingen die zijn blijven hangen qua lessons learned? <laughs> ja, zo'n ding. Ja, Kompromis, okay. Geen compromissen. Compromis, ja. Een keer dat iets beslist is, dan ja. blijft het zo, totdat er over gebabbeld wordt, dat het weer... Allez, als het echt niet goed gaat, dan moet je het bespreken. En dan moet je durven veranderen. Maar je moet dingen ook tijd geven. Mm -hmm. En zoiets simpel als een recept. Ja, geen compromissen. Het is hier zo, het is overal zo. We hebben er lang over nagedacht. Het is zo. Punt. Mm -hmm. En dat is moeilijk. Hè? Want je moet een, een confrontatie gaan. En dat doet je niet graag. Want ze zijn blij met je teams, dat ze voor je willen werken, dat ze enthousiast zijn. En je wilt niet over zo'n domme ding discussiëren. Zo Details. Ja. 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 Het is een aanhalingstekende belangrijk ja. Het zijn die details die het concept maken, maar het is het witten over die details die je sfeer kunnen ver, verbrotten soms mm. in je teams en niet mm. naar je klanten toe. En dat is een moeilijke, maar ja, je concept komt, komt eerst. En als Iemand hem niet erbij kan vinden, dan is het misschien niet de plaats. Het is misschien niet de, de juiste teammember. Mm -hmm. Er is niets mis met die persoon. Er is niets mis met, met de regels. Ja. Maar soms matchen ze gewoon hm. niet. Geen compromissen op het concept. Ja. Helder. Ja. Bij jou, Dries. Goh, ik, vond, um, ik vind het meest van al dat we geleerd hebben vanuit het, uh, die periode is, denk ik, die verkoop. Eén, um, plots komt dat op je pad, terwijl dat je eigenlijk nog maar. ...goed en wel begonnen zijn. Mm -hmm. um, dat is natuurlijk supercool dat je dacht... Dus zo'n zo bedrijf die dan uiteindelijk... als was een topbrand, als je dat dan ook ...een Pizza Hut, een Boulangerie okay, ...dat denkt van oké, dat is echt goed... ...en zo'n kans krijg je maar één keer. Maar misschien, achteraf gezien... ...hebben we misschien zelf wat rap verkocht. Mm -hmm. Omdat ja, uiteindelijk hadden wij... ...Hent marcheerde supergoed... ...Antwerpen marcheerde supergoed... ...Kortrijk was een minder goede vestiging. Als je dan natuurlijk op drie vestigingen ziet... ...die ene heeft daar... Ja, wow, een impact op. Als je uiteindelijk tien vestigingen hebt en er zit één slag in tussen, heeft dat minder impact dan dat je drie vestigingen hebt en er zit één slag tussen. Maar uiteindelijk allee, een supergoed proces geweest. We zijn heel blij dat we dat. Ja, Dat is, dat is, dat is een mooi verhaal geworden. Maar je verliest soms, misschien, als je nog zo jong bent en, en je bent met zoiets bezig, maar zo'n verkoop. Ten eerste, ik kan er eigenlijk de botten van. Want ja, nee. topbrands die, die hebben nou. Acquisities gedaan ja. terwijl dat voor ons onze eerste verkoop was. En nu zie je daardoor, nu zie je volledig door dat verkoopspsychologisch gesprek. Spellig. We hebben het ondertussen nu al een paar keer gedaan ja, nou ja. en eigenlijk is dat altijd Ja. Ja. ja dus en wat zijn daar de, de aandachtspunten? Gaat uh, dat gaan van hype naar uh, ontgoocheling naar terug een, ja. een, een second chance? Tot dan weer in het gooch. Hey, het, het is heel psychologisch. Emotioneel, ja. Het zijn echt mind games. En doordat dat zo lang duurt door de band, want ja, je start met een NDA en met letter of intent, en dan met je valorisatie, en dan die waardering duurt, dan nog een keer zo lang. Waardoor dat we, en dat was, vind ik, persoonlijk, het grootste risico in, 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 in een M&A, is dat je focus verlegt. Mm -hmm. Toen dat wij met Wasbaar bezig waren, we waren jong, we waren ooit waar we als we. Whatever, jong. 27, um, als ze verkocht hebben. Ja, als, als je op dat moment zo bezig bent met zo'n partij voor te onderhandelen, dan zijn je er zo op gefocust dat je dat wilt closen, mm -hmm. dat je eigenlijk op den duur niet meer bezig bent met hoe, dat, hoe dat je zaak draait. Dus steek het steekt er ook veel tijd in. Het ja. steekt er heel veel tijd ja. in. Eigenlijk ja, al een geld, tijd dat je hebt, gaat er naar dus Dat gaat boekorders. Juist, juist, juist. Dus ik vind dat risico. Want als we op zo, zo een risico. In zo'n premature fase nog, mm -hmm. maar we zijn nog maar drie jaar bezig, mm -hmm. is dat wel lang. We hebben zes maanden onderhandeld met topbrands. Die zes maanden hebben we eigenlijk niet zoveel bezig geweest met onze zaak, nee. mm. maar dat weet uw we koper ook, dus dat wordt er op zijn duur zo'n beetje gespeeld met, ah ja, maar goh, we gaan toch nog een keer nieuwe valorisatie trekken, uh, ze doen nog een keer nieuwe cijfers, terwijl je eigenlijk weet, psychologie, ja. Ja, ja. we ben daar eigenlijk niet meer mee bezig geweest de laatste maand. En dus. hoe is dat proces gegaan? Zijn ze zelf naar jullie gekomen uh, op het pad, of hoe is dat? Goh, we, we zochten toen investeerders, omdat we wilden groeien. Ja. Um, en toen zijn we met verschillende bedrijven gaan babbelen en toen dat we bij het GIMF zaten, zeiden ze ja, voor jullie zijn veel te klein voor ons maar we vonden dat we dat wel moesten, dat was een longshot en toen uh, hebben we dan denk ik twee of drie dagen daarna telefoon gekregen van, uh, van Stef van Top Brands, die daar natuurlijk goede contact heeft met GIMF en die zei ja, ze hebben bij het GIMF gezegd dat jullie investering zoeken ik denk dat we eens moeten klappen mm -hmm. en toen zijn we eigenlijk begonnen met het idee van van, um, ja, van dat samen verder te gaan doen mm -hmm. maar dan voelde Along the way, eigenlijk voelden wij toen al een beetje dat wij um, die operations dat dat niet 100% ons ding was. Ik weet ja. dat Stef tegen ons zei van toen dat, dat ze het, dat we het uiteindelijk hebben geclosed, want dan zei ah. dat gaat heel hard in zo'n onderhandeling, maar ja. toen dat we geclosed hebben, was dat met een champagne. En dan zei Stef tegen ons: van Guys, echt waar. Wat dat jullie hebben gedaan op operations vlak, dat kunnen wij ook. En waarschijnlijk nog een pak beter. beter. Maar hetgeen wat dat jullie hebben neergezet van concept, daar moeten jullie zo fier op zijn, want dat. dat dat kunnen wij niet. Okay. En dat is vrij hard blijven hangen bij ons. En ik ja. denk dat wij toen ook hebben gevoeld, ook in die onderhandeling, dat dat voor ons ook beter was, mm -hmm. om te gaan schakelen naar een nieuw verhaal. Maar zij wilden nog dat wij aan boord bleven eigenlijk. Ja. Hè? Allee, we zijn nu nog ja. minderheidsaandeelhouder heel minderheids. Maar zij wilden ons nog iets meer betrokken. Okay. Maar ik denk dat wij dat, toen gelukkig al beseften van onszelf dat wij daar te koppig voor waren. Omdat zij qua operations en qua food heel veel gingen veranderen. En wij wilden wel het concept bewaken. Maar niet in een day-to-day -day. terug over die details gaan we discussiëren. Ja. Want zij gaan het nog rendabeler maken. En wij, ja, maar ja, dat is niet zo. Dus daarom hadden wij zoiets van: mm -hmm. nee, wij om, gaan afsluiten. Om gekibbel te vermijden. Voilà, want ja, uh, daar wordt niemand beter van. Nee, klopt. Daar wordt dus, niemand uh, beter van. En, en dan drinkt je dat glas champagne. En uh, dan komt je thuis. Dan heb je het bedrijf verkocht. Wat blijft dan hangen zo? Qua emotionen dus was het had toch wel toen bij ja? mij persoonlijk. Ja? Want dan, als iets van eigenlijk was ik was ik, het, allee, ik persoonlijk ja we gaan nu doen, we gaan nu doen we gaan nu ja. doen. Terwijl dat we eigenlijk op dat moment moesten we dat, achteraf gezien moesten daar eigenlijk hadden wij dan moeten een half jaar gaan reizen. Ja. Mm -hmm. en, en een tijd pakken en, en allee, nu zouden we dat doen. Okay. Moesten we dat, dat die kans terugkrijgen. Maar toen zeiden ze dan nog joh, en ze nog gedreven en wil niet bezig zijn als verloren tijd. Mm -hmm. Terwijl dat was, ja, ja. nu niet meer zo voelt. Toen waren we dat PR-agency ondertussen gestart en daar dan volop gegaan en wat heel dom was. Want allee, inderdaad, we moeten tijd nemen en reizen en mm -hmm. wachten op uh, het eerst volgende grootte. Nu ook weer veel meer geleerd. Veel mensen leren kennen. Het is allemaal goed. Ja, achteraf uh, altijd makkelijker spreken. Ik ben heel wel, blij om de zondagmorgen geen telefoon te krijgen om 7 uur. Nou ja, Het is iemand ziek. Ik het niet raken. We ja. de nu toe en zelf brunchje gaan maken. En ja, ja, daar worden ja. we toch wel niet rouwen, omdat dat gepasseerd ja. was. Maar ik kan me ook voorstellen dat in, in het wasbare verhaal, uh, jullie waren startende ondernemers, dat jullie zich wel hebben laten omringen door collega-ondernemers, mentors. En hoe is dat gegaan? Wie waren daar jullie mensen die jullie hebben uh, vooruitgevoerd? Vooral in Inge in Die ja. voorzitter was van de jury bij Topstarter, waar wij tijdens het programma niks Los van camera's hebben we mogen tegen zeggen en omgekeerd. Okay, dus dat we was... zagen elkaar enkel in de studio tijdens mooi de ja, ja. Ja, ja. Om natuurlijk geen uh, ja, nepotisme of zo te, te gaan creëren. Um, maar het was wel de eerste die samen met Wouter Torfs in de Vestingen hand op bezoek kwam okay. als support. En wij zijn vanaf toen heel nauw geworden. We zijn heel dicht in contact geworden sinds dan. Um, en zij, was, zij kwam ook heel veel in de zaken. Ik kwam vrieven en ik dacht: ja, zeg, en daar en daar. Um, haar dochter deed ten af afwas als studenten. Dan is ja. haar zoon bij ons komen werken. Um, als we de zaak afsloten, gingen we samen gaan eten en nog, nog wat glazen gaan drinken. En we zijn altijd zo heel fel ja, aan het pingpongen geweest. Ja. Altijd. Soms hebben we gedacht: eh, zwijg nu een keer twee seconden. <laughs> de deur is toe. Ik zal het morgen wel weer zien. Maar... Ja. Maar, maar vooral, heel dankbaar. Ja, en ja. vooral ook op momenten moment dat het minder goed ging. Hebben, ik vergeet dat nooit. Toen wij Kortrijk openden en daar kwam gewoon geen volk. Wij waren zo gewoon van als we die deuren openden dat dat, dat, dat vol zat. En in Kortrijk was dat helemaal niet het geval. Daar, daar hebben wij aan getrokken, aan gesleurd. Daar zaten wij aan de buitenkant van, van een shoppingcentrum en uh, werd daar gewoon depressief van daar te zijn. En als je zo'n moment hebt, dan is dat wel heel belangrijk. En daar hebben wij wel heel goede babbels gehad met Inge om daar gewoon ja dat, dat legt zo'n een, een, een stress op je als, als ondernemer dat je zegt van oké okay, het is toch geen succes alleen bedoel je gaat ervan uit dat alles wat je dan open doet, dat dat vol zit dus en kort, was dat tijd ook dat niet zo ja, ja. dus op zo'n momenten is dat zo belangrijk om te kunnen pingpongen met iemand die ja. die ook wel, allee, die vallen en opstaan kent ja. Want ja. dat is wel en die ook gewoon weet van kom jongen, we gaan nog een drinken en morgen zal het misschien al beter zijn dat <laughs> zo... komt ook wel goed ja, <laughs> ja dus de <laughs> rust brengt ja, ja. ja en die uh, want ja. uiteindelijk, die, die, en dat is een beetje waar wij uiteraard met Connectie ook op inspelen, is die, die herkenning creëren. Want het is niets beter dan een andere ondernemer die, ondernemer die zegt, ik heb dat ook gehad, mm -hmm. op een of andere manier. Is zo. En dan denk je zo, denkt, oef, we zijn niet alleen. Want op een duur denk van, ja. shit, dat ik hier alleen? Uh, en denk ja, dan. en dat is wel iets dat uh, de laatste jaren wel vrij gepromoot wordt van een goede ondernemer te zijn. En we worden soms gevraagd om keynotes te geven om mensen aan te zetten om te ondernemen. En dan moet je daar plots zo'n... Super positief verhaal gaan ophangen Dat ondernemen alleen maar roze geur en is. En dat, dat is precies bijna dat dat, dat de rocksterren zijn van vandaag. Hè? Waar dat iedereen wild zijn en het geld stroomt maar binnen. Um, ik vind dat goed dat we onderling op zijn minst kunnen eerlijk over zijn. En niet altijd alleen maar die een good news show hebben. Want dat wordt ook vermoeiend. Want als het dan een keer slechter gaat en al de rest zegt alleen maar dat het goed gaat dan zijn wij nu de enigste dommerik die nu die fout zou gemaakt hebben. Dus dat is zo waardevol om daar te kunnen over spreken. Mm -hmm. En dan hebben jullie natuurlijk uh, het geluk, als ik het zo mag zeggen. Jullie zijn niet alleen privé, maar ook zakelijke partners. In hoeverre is dat uh, bij momenten dan uh, een voordeel om elkaar, als een ene het wat moeilijk heeft, elkaar naar boven te trekken? Ja, dat is, dat is een... Allee, dat heeft een gigantisch voordeel als in dat wij, um, allee, dat is een voordeel en een nadeel, dat wij altijd natuurlijk samen zijn en dat creativiteit kunnen niet timen. Mm Het -hmm. is dus niet dat wij soms, dat we kunnen zeggen, soms hebben wij, we hebben dat nu, nu onlangs ook nog gehad, uh, op een avond zitten gewoon glas te drinken en je komt op iets en je begint daarover en uiteindelijk zitten wij tot twee, drie uur s'nachts. Te schrijven, te, ja, dat kunnen we met niemand anders. Allee, dat, dat gaat niet. Dan moet je dat idee laten liggen. En dan is dat misschien een dag erachter al plots niet meer zo goed in je hoofd. Nee. En dan laat het liggen en dan is het weg. terwijl Wij kunnen dat echt vastpakken. Nee. En we maken elkaar. We hebben ook geen, geen blad voor ons mond natuurlijk. Wij, wij zijn heel open tegen elkaar. Als, als we iets vinden dat een ander niet goed zegt, dan. Allee, we kunnen heel makkelijk kritiek geven. Mijn collega op het werk ga je altijd nog proberen om. Ja, ik zal dat nu vandaag maar niet zeggen, want anders misschien. Terwijl dat bij ons ja, wij, wij hebben geen, geen limiet op dat vlak. Mm -hmm. um, en wij zijn op dat vlak, wij zijn super complementair. Wij, wij versterken elkaar heel hard op vlak van creativiteit, op vlak van ook commercieel inzicht. En, mm -hmm. en vooral strategisch wat, dat we, wat dat we moeten doen. Mm -hmm. En of dat we het moeten doen of niet moeten doen. Mm -hmm. En dat is, dat is eigenlijk de belangrijkste vraag, vind ik, in, in wat dat wij vandaag doen. Ja. Ik denk dat het financiële ook niet onderschatten is. Dat we er samen in zitten. Als er een keer uh, iets fout gaat uh, en er wordt een put geslagen, Ah ja, we in it together, we gaan het samen ja. ook wel oplossen. Ik denk dat dat soms moeilijk is als ondernemer. Als je, ja, los van je huwelijk, ook nog ondernemer zijt en met wel de centen van het gezin een beetje speelt. Um, ik denk dat dat wel een, voor een extra zorg in de relatie dan mm -hmm. kan brengen. Waar je ook minder open kan over zijn dan dat jullie. Gewoon weten van, dit is de situatie. Ja, wij zeggen tegen ja. mij, het komt maar goed. Maar ja, moest hij tegen mij, en moest ik nu niet ondernemer zijn, en hij wel, en hij zegt tegen mij, want het, het komt maar goed. En dus hij ja, ik, nou, wie, wie zegt er dat? eens? vorige keer ook, al dat ging goed, komen, dat is mij geld. Dus ik denk dat dat, op fond, al zorgt voor een soort, ja, die gelijkheid, ik denk dat dat wel handig is. Ik denk dat dat wel veel voordeel geeft. Maar, en ook natuurlijk moeten leren dat niet altijd alles waar kan zijn, hè? want allee, dat is dan vooral, kijk naar mijzelf. Ja. Doordat we samen daaraan, aan bezig zijn. Straks wordt het einde van de podcast. Dries, doe al het werk. Ik hoe dat is, maar... Nee. <laughs> Dries, doe... Maar nee, Or, maar... Rust is. <laughs> de, rust, de, rust. de rust brengen. Ja. ja maar nee, maar... Ik... Nee. We hebben echt heel veel momenten gehad in ons, in ons carrière. Al dat wij s'avonds tot, tot tien uur, 11 uur, twaalf uur, één uur op ons bureau zitten. En soms is dat tof. Maar in... De long run loont dat niet. Want eigenlijk is het veel toffer om 's avonds nog een keer te gaan wandelen en dan is dat nog misschien iets van het werk nog een keer kort te bespreken samen. Maar dat is, ja, dat, dat, is, dat is veel beter. Mm -hmm. en, ja. uh, Opladen is meer dan slapen alleen, zeg ik altijd. Ja. Ah. Um, dus ja, je moet dingen naast je slaap ook om op te laden. Maar je slaap is ook niet alles. Je moet dat hebben. Mm -hmm. Maar een keer tot twee uur 's nachts uitgaan met je vrienden en wat zat gaan slapen. Dat is ook opladen. Je ja. nacht gaat misschien wat korter zijn, maar het draait niet allemaal rond werken, slapen, werken, slapen. Mm -hmm. Inspiratie opdoen, ontspannen, je hoofd een keer legen, je een keer amuseren. Ik vind dat allemaal belangrijk om dan de dag daarachter weer te kunnen knallen. Ja, zeker in de sector waarin dat jullie zitten, waar het vaak gaat over creativiteit. En, en uh, nog voorbeelden hoe dat jullie tot rust komen of even uh, afstand pakken? Wat brengt jullie nog. Uh, Som, was... ja, soms is het wel moeilijk, Allee, ik denk, we hebben zo van alles geprobeerd ook. Hè. Soms is het zoiets van, je ja, voelt dat je soms te veel aan het werk bent, samen, omdat je samen in, aan het project werkt. En dan spreekt af van, weet s'avonds, na zes, zeven uur, gaan we proberen niet meer over het werk nee. te babbelen. Maar dat, dat werkt ook niet, want ja, dat, is niet just, dat zijn de momenten waarop dat je wel, niet gestoord wordt, waar je geen telefoon zet, waar je geen mail zet, waar je tijd hebt om creatief te zijn, waarop je tijd hebt om, om met elkaar ja. een keer te wabbelen. Te dus daar hebben we ook rap afgeschaft weer. Mm -hmm. dus, allee, het, is, het blijft een non-stop struggle voor zo'n beetje die balans te vinden. Maar mm -hmm. het is ook de vraag: wat is werk? Ja. Wij reizen heel veel, omdat mm -hmm. we dan weg zijn van onze computers. En, um, maar ja, voor ons is dat meestal ook werken, want we zien van alles. En we snel van alles op we babbelen direct over van, ah je hebt dat zien en dat is tof en ah, hier is dat wat wij zijn en als u dat bij ons werkt, nee, en misschien voor die klant is dat wel interessant, dus dat voelt niet als we werk, maar mm -hmm. we zijn wel bezig mm -hmm. maar we zijn anders bezig mm -hmm. dat voelt niet als met deadlines en, ja. dat zijn dingen die niet onmiddellijk renderen maar die op lange termijn wel zorgen dat we onze job goed kunnen doen, mm -hmm. omdat we uit ons koekje komen mm -hmm. alright dan gaan we over naar het Tweede kantelmoment. Maken we een sprong naar 2018? Wat gebeurt er in het jaar 2018? Um, ja, we hebben toen Sheclair gestart. Ik ja, um. <laughs> <laughs> was waren vergeten. Ik wist eigenlijk niet wat dat. Ja. Het is veel gebeurd in 2018. Ja, voilà. Het is ik dacht, kan ik het hier wel eens op antwoorden. We hebben Sheclair ja. gestart. Um, en. Um, we hebben dat eigenlijk vanuit ons learnings van Wasbar um, direct ook groter gestart. Allee, ik zat, het is te zeggen, is ook, we gingen dat niet doen. Uh, maar plots, um, want natuurlijk al een beetje geproefd van zo met ex extern kapitaal te gaan werken of met. Um, participatie te gaan werken. En we hebben toen um, eigenlijk in contact gekomen met een paar investeerders die eigenlijk vrij hard geloofden in, in het verhaal in Chicler, en die zijn dan ingestapt. Waardoor dat dan plots die druk veel groter lag om ook vrij rap te gaan groeien. Mm. Dus we hebben Chicler onmiddellijk gestart in Antwerpen, twee weken later Gent, een maand later Brussels Airport. En Chicler um, was, voor de mensen die het niet kennen... Een patisserieconcept, mm. monoproduct, enkel eclairs, twaalf verschillende soorten, maar we hebben vooral heel veel... Um, nadruk en, en um, heel veel tijd gestoken in, in het conceptuele. Believing, ja. mm -hmm, ja. De winkels, de verpakking, de storytelling er rond. Declair zelf ook, natuurlijk. Ja. <laughs> Niet onbelangrijk. We moesten we ook goed uitzien. <laughs> maar toch wel ook op, op A-locaties of op, ja. op, op ja. Uh, mooie locaties, zoals Brussels Airport, kan ik me uh, ja. herinneren. Ja. En um, ja, dat, was, dat was een heel heel intense periode. Um, omdat dat ook voor de eerste keer was dat wij werkten met een product waar wij zelf de botte verstand van hadden. Um, we komen niet uit de patisserie. Wij hebben nul achtergrond, non-zodat -so in het maken van taarten of gebak of whatever. Dus we hingen heel hard af van onze, um, onze partners toen. En dat geeft wel een bepaalde stress. Want het is wel. Uw geld en uw zaak en, en uw tijd dat erin stopt. Maar eigenlijk heb je, is het heel moeilijk om, om um, ja, met dat product bezig te zijn. Mm -hmm. En um, ja, eigenlijk, ons kantoormoment daar was vooral de dag voor, uh, voor de opening van Antwerpen. Ja, toen hadden we eigenlijk geen zin meer om het te <laughs> De dag ja. ervoor? Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, waarom de, niet? De fotoshoots waren gedaan. Um, het was dan de dag daarvoor ook, ook plots iets mis met die declairs dat we die dag hadden gekregen van de bakker en um, ja dus het was twee delen Enerzijds vrij content ja morgen persvoorstelling en dan pff, eigenlijk ja moet je de sleutels hebben bij het gedaan um, en anderzijds dat besef van als er iets misgaat, moet je wel serieus gaan zoeken waar dat mis zit want heb je het zelf niet gemaakt mm -hmm. en dat was het. nu bent gelukkig rap gevonden en het is nooit meer voorgevallen um, <tus> maar ja weer dat gevoel de eerste dag na die persvoorstelling zat hij daar een reed het stond twintig minuten na te schrijven voor ik liers ik ga echt zoiets van, allez, wie doet dat nu? Dus dat was echt cool voor ons. En we zeiden van, yes, we zijn weer gedaan. Maar vanaf dan, dan is het weer dat, ah oh nee, ja, ik ga weer... Telefoon midden ja, ja. in de nacht dat er iemand ziek is, en we gaan zelf moeten weer op drie plaatsen tegelijk zijn. En... Mm -hmm. Maar dat is, dat is ook goed geweest. Allee, eigenlijk wisten we het al een beetje van, van bij Wasbar, dat, dat onze, onze sterkte vooral ligt in dat conceptuele, en in ja. dat, dat schrijven van dat verhaal, en in dat... In een dat starten van zo'n concept of, of dat eigenlijk from scratch gaan opstarten, maar dat, dat ons, onze hoesting en ons, ons sterkte ook niet zit in die operations. En mm. ja, het hits, us. Um, hits, hits, hits. Het hits. Op, op, op ja, de dag voor de opening dat ah, jullie tegen mij zeggen van, pff, zeg ik eigenlijk, het is nu af. En dat voelde heel hard af voor ons. Want was iets van: oké, okay, we, we hebben dit goed gedaan en oké, okay, het staat. Veel volk en het staat in alle gezetten. En Kent Vlaanderen is hier geweest achter een reclair, en whatever. Maar dan je van ja, en nu? En dan, voor ons het, het is die, dat exponentieel groeiverhaal, voor daar nu plots 10, 20, 30 vestigingen van te maken, dat is niet wat dat ons gelukkig nee, maakt. Ja. Ja. En dat is dan wel lastig op dat moment. Als je en mijn grote investeerders, mijn investeerders mm -hmm. die daar met heel veel centen toch wel in zitten, die heel hard naar u kijken, want ik denk, als we toen uh, niet zelf, hadden we toen zonder investeerders gestart, dan denk ik dat we op dat moment hadden gezocht naar een partner voor ja. die operations, dat wij waarschijnlijk dat conceptuele gingen houden hebben ja. en de marketing en de storytelling en, en het concept en dat we er eigenlijk een partij gingen bij, betrek, bij betrokken hebben die eigenlijk de uitbating van de shops deed. Maar dat konden we niet natuurlijk ja. omdat ja, er zaten grote investeerders in ons nek te blazen. Dus Daarvan, daarvan hebben we vooral heel, heel hard geleerd dat dat ook geen cadeau soms is nee. om een uh, grote investering te en zetten. Dus eigenlijk de, de ambitie van die investeerders heeft jullie eigenlijk doen zeggen: van, Wow, misschien. Uh... Nee, dat lag niet aan hun. Maar ja, het, is, het versterkte gewoon nog meer wat Laat we al ja. het gevoel hadden bij Waswar. Um, ja, het versterkt eigenlijk ja, het geld. Het heeft, het heeft vrij hard bevestigd wat wij eigenlijk al wisten. We wisten vrij, vrij goed dat dat ons, wat mm -hmm. we echt tof in, en, en graag doen en goed in zijn, is dat concept. En dan die tweede fase niet meer. Maar bon, het heeft ons natuurlijk, door elke maand te moeten rapporteren tegen uw investeerders, moeite natuurlijk vooruit en moe je zorgen dat eruit. En dat gaf wel een bepaalde stress en druk. Zeker met een product dat ook nog een keer temperatuur. Uh, Afhankelijk is, want ja. 2018 was het warmste jaar um, van de afgelopen jaren. Okay. Dus dan soms die verkoop valt dan zo in één achter drie ja. maanden dat je open bent. Dat is verafgekanteld. Hey, in het begin konden wij niet genoeg product maken mm -hmm. volgens de vraag. Ik weet op onze eerste dag, eerste zaterdag, hadden we 1500 eclairs verkocht en tegen twee uur moesten we de deur sluiten omdat we het er wonen. Uitverkocht. Er was geen meer. We hebben productie opgedreven, productie opgedreven, productie opgedreven. Maar ja, een keer in mijn drie shops zet en die Natalezen mochten al wat draaien, Zes is s'nachts, En dan zitten eigenlijk op de, er is die productie op punt en dan plots, Air of the Blue, eind april wordt dat hier bijna 30 graden. Ja, dan is er niemand die denkt aan een Eclair. En dat is maar een dikke maand achterop start. Ja. Dus ze gaat plots van mega lange naar iedereen voor je de deur zien passeren met een frozen yogurt. <totstuk> <laughs> ja. ja, dan zit zitten Confronterend. tegen je investeerders eerst <laughs> de eerste twee maanden zitten daarmee voorkasten, voordat je daar mee, dat ze allemaal super Sky's gelukkig van worden. Ja. Er is er meermaals champagne opengetrokken ja. op die invest bij die meetings, en dan plots wordt dat dan uh, ja, mega warm weer buiten, Valt hij in de verkopen heen en valt hij in de forecast in elkaar, ja. waardoor dat je eigenlijk bij wijze van spreken ja, <laughs> een jaar verder moet om, om dat terug te gaan in te gaan. Want er hebben toen, we letterlijk geld weggesmeten ja hij heeft wel een grote kontwaar hij heeft maar één product maar je kunt er niks mee ja maar je moet wel vol zijn. nu ja, hebt... ja. ja. als want... jij in een schoenwinkel gaat en er staan twee paar schoenen. of schoenwinkel. een schoenwinkel er staan drie rekken. hoe is uw ervaring mm -hmm. aan het eind van een dag zo'n product dat wij soms hebben weggegooid. zot hè ja. Ja. ja en dat heeft ons wel heel snel al je natuurlijk heel dat proces doorlopen van ons netwerk van ons kennis en toen hebben wij we wel heel snel voor onszelf de beslissing gemaakt van wij gaan, dit niet, wij gaan dit niet blijven, blijven doen. Wij, wij, zijn, wij kunnen onze tijd beter steken in nieuwe concepten gaan maken. of in consulting, wat we op dat moment ook al gestart waren. dan eerder van om dit nu operationeel recht te houden. Want allee, om, om dat recht te trekken gingen wij jaren erover doen. En toen hebben we eigenlijk verkocht aan Lorraine. Um, dus we zijn met hen gaan babbelen. Dat was natuurlijk, ja, voor hen was het wel een interessant verhaal. Ze ja. zitten in, binnen bij de lijzen, ze konden dat merk. En dat is hetgeen wat ons heeft gestart En ze in hun eigen verhaal. productie. Ja, ze doen hun voilà, eigen productie. Maar ook voor hen, het feit dat zij het hebben gekocht, ze hebben het natuurlijk niet gekocht voor een, een zaak waarin dat er niet veel eclairs werden verkocht. Voor superdure locaties. Je ja, hebt al in Antwerpen 7000 euro huur in de maand. Um, ja. Ja, daarvoor moet je wel wat eclairciss verkopen. Ja. Dus, ja, ze hebben met hen gaan babbelen, ze hebben heel snel de waarde van dat merk ingeschat. Mm -hmm. Wat voor ons een goeie gok was om met hen te gaan babbelen, want niemand ging die winkels overkopen. Just, ja. Ja. Uiteindelijk, die, die winkels voor die en Dabel te krijgen, dat ging niet lukken. Maar zij hebben natuurlijk wel nog heel veel toekomst gezien in het merk SheClair. Mm -hmm. En dat heeft ons dan weer bevestigd dat we dat vrij goed hadden gedaan, want ja. dat merk stond er wel goed. En het mm -hmm. feit dat ze er geld voor over hadden, of dat ze het wouden overnemen... Heeft, heeft wel ons bevestigd dat dat merk wel goed zat. Mm. En nu liggen, ja, chiclers te kopen in de lezen. Kijk eens. En dan, dat was 2019 dat jullie die ja. verkocht? Ja. Uh, een jaar min één dag is de zaak van ons okay. We ja, okay. hebben zelfs geen jaar volgehouden. Ja. <laughs> wat da dan nog vroeger was dan de wasbaar, die ja. je die drie of vier jaar uh, hebt ja. gedaan. En, en, en dan? dan? Dan ga je hetzelfde verhaal, drinken waarschijnlijk ook champagne, als de verkoop rond is, wat... Uh... We zijn wat? frieten gaan eten eigenlijk. Friet gaan eten? Ja, met ja. een pintje. Zo. En Alex oké, okay, ja. voilà. <laughs> Klinkt even goed. Klinkt even goed. En, en wat gebeurt dan? dan uh... Dat was vooral opluchting. Opluchting, eigenlijk. ja. Anders ja. dan was, bij de wasbaas. Was waar was euforie. Want ja. dat was ja, ja. een goede verkoop, goed concept. En, en allee, we hebben dat echt mooi gedaan. Chicler voelde ook, allee, voor ons persoonlijk, allee. Echt ook een beetje als van een, 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 een heel moeilijk verhaal geweest. Hè? Heel veel energie in Heel veel uh, research in dat product. Lange meetings met die patissiers, Want ja, Julius is geen, um, geen patisserie-fan. Maar je weet wel hoe, wat, dat, wat, dat, wat dat merk moest staan. Dus het feit dat hij heel goed wist hoe dat, dat moest gaan smaken. En dat, voordat er gaan in te krijgen bij die patissiers... Terwijl dat die gewoon waren voor alles hetzelfde te doen met gewone een van dit en dat. en, dat. en we wel heel veel meetings gehad. Ja. Want daar hebben we echt veel kopzorgen gehad met dat concept. Ja. Ja. Dat is eigenlijk zo, dat is eentje die achteraf denkt, allez, het is goed geweest op, op vlak van concept, goed, mm -hmm. maar voor ons was het, het is het zoveel energie gevraagd. Ja. Omdat je zoveel dingen niet en ander had. En dat product, door eigenlijk alles rond te draaiden, mm -hmm. hadden we niet in hand. en aan. En daar heeft voor een mensen veel stress gezorgd. Ja. Veel te veel, eigenlijk te veel voor gezond te zijn. Mm -hmm. dus, uh, dus ja, we waren wel content. Dat was in dat we dachten... We vandaag... waarom hebben we het zelfs gedaan? Waarom zijn we toekomstig ja. opgestart? We hebben, we hebben heel lang met dat idee in ons hoofd gezien. Uh, twee jaar hebben we erover gedaan om uiteindelijk dan toch te beslissen om het te doen. Mm -hmm. Want dat, dat merk bestond in ons hoofd al, al drie jaar voordat we zijn opengegaan. Okay. In 2015. Ja. We ja, nee, gaan dat niet doen, want we kunnen geen eclairs maken. En, 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 en. Maar dat bleef ze terug in ons hoofd komen. Mm -hmm. Dat kwam iedere keer ze weer aan de oppervlakte. En op een bepaalde dag komt Ries thuis. Ja, ik heb dan een afspraak gehad met een patissier. Ik heb de, de juiste partner gevonden. Dus we gaan, kunnen eraan beginnen. Ja. Hoe dat soms gaat in het leven. En ja. dan, uh... ja. Maar als dan zo. Allee, we hebben heel, heel veel. Um, als je zo'n een, hele een zomer doorspartelt. dat zo tussen de 25 en 30 graden is elke dag. En als je dan zo kijkt naar die omzetten in je kassasysteem. en je krijgt wel je facturen van, van de huur. dan heb je echt. Ik ben echt een zonnemens. Ik word super gelukkig van, van in de zon te zitten. Maar dan was dat net het omgekeerde, want als de zon scheen, kon, kon ik persoonlijk niet meer genieten van op een terrasje te zitten een rosé te drinken, omdat je weet dat je niet aan het verkopen zit in je winkels. En dat is heel mindfuck. En dan zijn we heel blij dat je met twee bent om zo'n ja. momenten door te spartelen, want ik weet niet of dat je daar alleen... Of dat je dat kunt. zeker niet als je... Met drie winkels dat we bezig waren, dat, dat telde je ook op, hè? dat was hetzelfde verhaal met Wasbar, dat was eigenlijk te snel gestart. Dat, hadden wij dan kunnen starten, hadden wij Antwerpen gestart met één winkel in maart, zoals dat we... Nu hebben we gedaan. Mm -hmm. Maar hadden we Gent dan nog niet gehad en hadden we de luchthaven nog niet gehad en we hadden die twee kunnen wachten tot nadien in de eerste zomer, mm -hmm. had dat ook een andere vraag geweest. En mm -hmm. dat is natuurlijk een beetje het, het voor- en het nadeel van die, um, die investeerders. Ja, want we gingen normaal in september openen. Ja. En dan door met investering te werken, ja, was het pand in Antwerpen oh, afgekeurd, hebben we een ander pand moeten zoeken. En dan is alles beginnen vertraand. Dus als we in september hadden kunnen starten. Ik heb niet schuld van de VCR, hè, Hoe mm -hmm. komt dat ja. maar samen? Maar toen we in september kunnen opengaan dan hadden we Hans de winter gehad om een bestendig merk te worden in de volksmond. Mm -hmm. En nu was dat maart en een maand erachter was plots hoogzomer. Mm -hmm. We hebben weinig tijd gehad om van die een huge hype in het begin. Een vaste plek te maken voor veel mensen. Het was te kort om het eigenlijk. Uh, als we september. Ja. Tot maart hadden we Hans Winter mee. Ja. En tegen dan hadden we ook al misschien wat behavior zien veranderen als consument. En dan hadden we rapper kunnen inspelen op, mm. oké, okay, hoe moeten we dan de zomer gaan, gaan doen? Mm. En nu was het echt zo, ja, super allemaal. Maar conceptueel was het wel een succes. Ja. Wat, wat, wat was daar dan de, ja, de redenen dat het conceptueel goed was? Bij wijze van. Claire zelf. Um, wij gaan altijd, bij Wasbar waren wij eigenlijk de reden. Omdat dat was vanuit onze leefwereld. Wij woonden klein, we hadden geen wasmachine. Wij moesten, ik naar West-Vlaanderen, Dries naar zuid west vlaanderen rijden. Elk weekend voor de was te brengen, was ja. te gaan halen. Um, dus daar zijn we vanuit onze leefwereld vertrokken. Vanuit een ja. eigen ervaring of een eigen probleem. Eigenlijk. Ja, ja, oké. Okay. Um, een beetje uitvergroot, uiteraard. Maar bon, elk verhaal is een beetje uitvergroot. <laughs> um, en dan bij Chicler hebben we echt een persoon gecreëerd in ons hoofd die alles besliste, die Claire van wie dat die Claire's waren, zo gezegd, mm. we hebben die heel goed doorgesproken en die bestond voor ons echt in ons hoofd. Um, toen daar nog wat mensen, maar dat is misschien voor een andere aflevering. <laughs> En dat was voor ons vrij tof, van elke beslissing die we moesten nemen, van wat zou Claire doen? Okay. We hadden echt, Claire was al veertig, en we hadden Hans haar leven echt uitgeschreven. We wisten, dat was het ons beste vriendin, mijn manier van spreken. Right. We kenden die door en door. En dat heeft ervoor gezorgd dat we ook heel kritisch konden zijn op alles. Zonder moeilijk te moeten doen mm -hmm. tegen elkaar, nee, want, of tegen leveranciers, of... Nee, want Claire wil dat zo. Mm -hmm. En het coolste vond ik, ooit een jobstudent, die was in opleiding. En ik kom de winkel binnen. En ik babbel, dat is de eerste keer dat ik die jongen zie. En hij zei: Ja, ja, ja. En dat is toch juist zo, hè? Want ik zou niet graag hebben, als Claire binnenkomt, dat ik het verkeerd toe. En dan dacht ik: echt... Yes! Is gewoon is... We waren met drie eigenlijk, hè, op ja. dat moment. Ja, met Claire erbij. Ja. Ja, 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 ja is... die een jobstudent dacht dat ik voor Claire ja. werkte. Ah ja, op die manier. Ja, ja, ja dat, dat was okay, echt okay. top. Ik ja. vond dat geweldig. Ja, ja. Zalig. En, ja dat, be allee, dat bewees voor ons wel dat die... dat je de kracht van, van een goed verhaal en van die storytelling en van te vertrekken vanuit. Een, een, een bepaalde waarom dat we het doen en waarom dat we een bepaalde gevoel willen overbrengen. Als, als je daar conceptueel van in de fond goed vertrekt en al de rest erachter klopt, ik denk dat, dat jullie het juist van, van al dat allemaal gewoon dat, dat een mooi verhaal is en dat klopt, dan, is het, dan, dan wordt dat sterker. En, en als het geen moeite kost om het uit te leggen wat je zei, dan, ja, dan snappen mensen dat ook zonder dat je daar te veel over babbelt. Waarom? Mm -hmm. Dan voelt dat gewoon goed. Mm -hmm. En bij je was dat echt wel zo. Alles klopte mm -hmm. daar gewoon. Die packaging klopte mooi met dat interieur. En klopte met de muziek in de zaak. En met de manier hoe dat personeel gekleed was. En hoe we onze communicatie deden. Hoe we onze social deden. En, maar dat, dat, ver, dat kon alleen maar als we konden vertrekken vanuit dat verhaal. Mm -hmm. En daarna. J. wordt verkocht aan La Lorraine. Wat gebeurt daarna met Dries en Jury? ze weer niet gaan reizen. Nee, uh, als ik er nu ook denk. Piepoes. Ziet toch. Ja. Uh, nee, dat zijn we volop uh, met de jongens met ons consulting. Ja. Omdat je ook, daarnet zei Dries dat al, omdat je toen besefte van dat is misschien meer ons ding om dat echt te gaan adviseren eerder ja. dan zelf te gaan doen. Ja, want hadden ook even gewoon echt geen zin om weer terug iets met operations te gaan doen. Tuurlijk, nee. <laughs> ja. Ja, even zonder personeel, afkijken. Wauw. Ja. ja, want ons PR-bureau was ondertussen ook al verkocht. daar hebben we aan Duval Union overgelaten. Dus Naschiklaar was het wel echt zo puur de jongens. Dan. Mm -hmm. En dat hebben jullie vanaf toen verder opgebouwd tot op vandaag, waar het nog altijd. Ja. Uh, ja, dat is wel een, een dat is leuk geweest, omdat we wel heel veel facetten gezien van, van ondernemerschap en van business vanuit een andere kant. We zijn hmm. problemen gaan oplossen bij bedrijven. We hebben andere bedrijven, bedrijven, bedrijven. <laughs> andere bedrijven helpen met, met marketingadvies, met strategie, maar heel breed. Omdat, okay. um, op vandaag hebben wij geen positionering met de jongens. We doen vooral, um, we doen alleen. Dingen waar we een beetje hetzelfde, die, die, die we zeker van zijn, die we goed kan kunnen doen. Wij doen daar eigenlijk geen prospectie op op vandaag. En wij doen wat dat mensen ons, als wij een aanvraag krijgen, babbelen wij daar lang over. Zien we van, gaan we dat kunnen? Gaan we dat niet kunnen? Gaan we dat goed doen? En dan beslissen we of dat we dat doen of dat we dat niet doen. Mm -hmm. Dus tot op vandaag is dat wel heel breed. Wij, wij ja, daar zit eigenlijk weinig rode uh, ja. draad in. Mm -hmm. um, maar ja, bon, dus we hebben wel daardoor heel veel geleerd. Ook nog een keer wat, dat we, wat dat we kunnen, wat dat we graag doen. En binnen al die facetten van consulting en strategie en, en branding en concepting en marketing. En wij binnen heel dat breed spectrum ook nog een keer ontdekt wat precies binnen dat spectrum dat wij graag doen. Mm -hmm. en dat... Operations doen we niet, wees? Nee, dat, <laughs> ah, dat, dat was nog niet duidelijk. Nee, we nee, zijn heel breed maar zonder operations. Ja. Ja. <laughs> Het is goed dat je nog een keer zegt. <laughs> dus, uh... dus dat was voor ons... Een goede, tot op vandaag, we zijn nog altijd aan het doen, is een vrij goede manier om nu meer en meer heel organisch te gaan funnelen en ons te gaan trechten naar, naar hetgeen wat we ja, naar onze toekomst zien. Mm -hmm. Ga je nog zeggen ook, dat dat is of niet? Ah, ja. <laughs> <laughs> nee, maar dat conceptuele zit er natuurlijk, ja, dat, en dat is zo grappig, want een keer als je dat dan beseft, van oké, okay, dat concepting is echt wel ons ding, dan um, is vrij grappig, want dan sinds dat je dat besproken, sinds we dat onderling hebben besproken, dan kregen wij zo instant drie of vier aanvragen van of bedrijven die zeggen van ik, heb, ik ben een ondernemer, ik heb tien locaties, dat is mijn naam, dat is mijn product, maar ik wil daar eigenlijk een andere invulling aan geven. Mm -hmm. Ja, dan, daar worden wij gelukkig van als we ja, zo een ja. telefoon krijgen, ja. want dat is echt één op één wat wij willen doen. Ja. En dat is echt gaan vertrekken vanuit die basis, vanuit dat concept en zelf nog, nog, wij proberen echt stapjes naar voren nog te pakken voor zo merken en, en bedrijven. Om echt te gaan denken van waarom ze er nu ooit mee gestart, waarom ze op dat ja. idee gekomen, waarom ze daar ooit mee begonnen en wat, wat wilden gaan doen. Mm -hmm. En van daaruit nemen we dan al die verdere stapjes die ervoor zorgen dat het dan tot een nieuw merk of tot een nieuw concept of tot een nieuw verhaal komt. Mm -hmm. Ook super tof om van echt van een wit blad te kunnen vertrekken soms. Mm -hmm. We zijn nu voor een, een groot beautymerk. Um, die gevraagd is van, oké, okay, onze salons, hè, dat zijn allemaal zelfstandigen die onze klanten zijn, maar we zouden misschien zelf een concept van salons willen gaan lanceren, dat we het gevoel hebben dat er soms een beetje te weinig disruptie in onze sector zit. Dus mm -hmm. willen jullie alsjeblieft een keer een concept uitwerken voor het salon van de toekomst. Zalig. Ja, ja daar worden wij echt ongelooflijk ja, gelukkig van. Ja. ja, zonder. Er gezien weer te weinig voor gevraagd, omdat we zo blij waren dat we die okay. een opdracht yes. hadden. Um, Ah, mega tof om ja. zo'n dingen te kunnen doen. Ja. Als ze zelf al bij u komen, dat is de max. Ja, waar ze denk ik, dan weinig input geven, maar alles bij jullie leggen. Van werk maar uit of laat, u, laat u er maar een keer gaan. Qua creativiteit. En, uh, ja. Dus, uh, mooi. Tijd voor het derde moment en dat is super recent. Ah ja, ah ja maar kijk daar het. daar sluit het bij aan, zeker. Ah, hey, uh, ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Ja, um, Derde de is... moment, tweede lockdown. Ja, ja, ja. we zijn um, een van onze klanten um, waar dat wij consulting voor doen, en mm -hmm. dat was dan vooral strategie, marketing consulting, was een hotel op, op Aruba, Boardwalk. En uh, we werken er al voor sinds 2000. 17 of zo. Mm -hmm. Hebben die ja, geholpen in, in, hun, in hun groei en expansie. En we gaan er elk jaar wel een keer naartoe, ook voor daar te uh, gaan brainstormen. En ook omdat het toffer is van daar meetings te doen, dan via Zoom. En we hadden nu eigenlijk in de tweede lockdown oh, altijd zoiets van, we, hadden, we moesten daar terug dingen voor doen. En we dachten van, weet je, dat we ons een keer twee weken naar daar gaan om te werken. En uh, met hen, en laten we er achter nog twee weken congé pakken op Aruba. En dan komen we terug. Maar ja, dan, dan plots, we zijn vertrokken in uh, eind oktober, begin november. En um, toen dat we daar zaten, werd dat hier plots weer een nieuwe holf. En, en die nieuwsgeving was zo negatief. En dan hebben we eigenlijk altijd maar blijven verlengen. Dus we zijn van uh, vier weken naar Ruba, dat, werd dat zes weken, werd dat acht weken. Dan hadden we besloten van uiteindelijk toch voor kerst niet naar huis te komen. Wat dat wel, uh, natuurlijk wel een amputante boodschap was naar de familie. Thuis, Langs de ja. andere kant ja, mochten we elkaar toch, toch niet zien. En uiteindelijk hebben we daar zes maanden gezeten nu. Dus we zijn sinds vorige week terug. Um, en dat heeft heel veel deugd gedaan, op heel veel vlak. Mm. Uh, we hebben vandaar eigenlijk... Dat is natuurlijk iets wat je anders nooit zou kunnen doen. We hebben, we hebben vooral onze Belgische klanten, hebben wij vandaar kunnen werken. Um, 100%. En we hebben uiteraard voor totaal daar ook iets intenser kunnen werken mm. voor hen, terwijl dat we van, hey, van hier dat dat minder intens of altijd mijn tijdsverschillen en zo. Um, maar vooral het leven daar en het, uh, de combo van, kunnen, um, ja, van tijd hebben, want uiteindelijk ja, het had je geen sociaal leven. Hè. Hier, mm -hmm. was, hier zijn wij gewoon van altijd elke avond wel mensen af te spreken of ergens naartoe te gaan, waardoor dat je eigenlijk in die retrace blijft en dat je eigenlijk heel hard bezig bent met wat dat je doet en dat je mm -hmm. dat ook heel normaal vindt. En de tijd daar heeft er wel voor gezorgd dat we echt kunnen reflecteren hebben op, op onze toekomst ook. Mm -hmm. En wat heeft dat, tot wat heeft dat geleid? Dat we dat... nog meer op die, dat we beslissen om effectief meer op die concepting. Dus we waren er ja. net al een beetje over bezig. Ja. Maar om echt daar, um, ja, vanaf nu, alle nieuwe klanten of alle nieuwe projecten op puur op die concepting draaien. Ja. En oké, okay, we gaan wel onder de jongens nog wel uh, wat marketingadvies blijven geven. Maar zo die een kern juist zetten, um, dat van in het begin zorgen dat alles klopt, dat vinden wij zo, ja, daar worden wij mm -hmm. zo gelukkig van. Mm -hmm. En dat is ook... Wat dat mensen ook zeggen, waar we hoe in zijn. Dus waarom zouden we dan nog heel veel andere dingen blijven doen? Mm -hmm. um, ook omdat dat, je kunt dat kunt afronden. En dat is leuk. Dat dus we dat met onze eigen zaken niet gedaan hebben. Alleen of wel, maar pas na een tijdje. En om nu te kunnen opstarten. Zien dat die in een boel loopt. Vroeger wilden we weglopen. Nu hadden we ook kunnen weglopen. Alleen nu hadden we het kunnen afronden. Mm -hmm. En misschien spreken we binnen drie jaar nog een keer voor een nieuwe versie van hetgeen dat wij uitgevonden hebben, of voor een, een andere markt aan te boeren, fine. Maar we kunnen nu even zeggen, tot binnenkort. Zalig. God, het is soms ook allee, wat wij heel hard voelen als wij tegen mensen... Vroeger, als, als mensen zeiden van wat doen, En dan zeiden wij, ja, marketing of ja weet, of onze site staat er zelf niet, omdat wij niet zo'n duidelijke positionering hebben. Maar als je dat dan zegt, komt er wel rap uit van, ah, wij doen marketing en we focussen vooral op zo branding. En dan zeggen mensen hmm. meestal, ah, branding. Ah ja, maar ja, ik zou je een keer bellen, maar we hebben ook een keer een nieuw logo nodig. dan denk je, ja, nee, branding gaat zoveel verder. Dat logo, dat is, is juist het, 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 het eindpunt. Punt, juist, of, of ergens tussenin. En dat is dit van wat je brand is, wat je merk is, wat dat ademd, dat ist, dat je, je, eh, je ademt. Dat is hoe je klanten je voelen. Wat hmm. Dat is hoe dat je niet-klanten ja, voelen. Dat is hoe je eruit ziet, hoe dat je bent hmm, ja. ziet vanuit wat dat je doet. Dat zit veel meer naar, richting business strategy dan dat dat eigenlijk... Ja, een, een, het maken is van, van een mooie visual identity. Mm -hmm. En dat krijg je moeilijk uitgelegd, soms aan, aan bedrijven. Dus voor ons is dat concepting eigenlijk nog belangrijker geworden. Ja. Geworden dan, dan ja. Ja, branding is, heeft een beetje een, een slechte connotatie gekregen. Als in van het wordt heel te. niche en Het heeft een slechte connotatie, gezien. maar het is gewoon niet duidelijk voor veel mensen. Ja, nee. Omdat iedereen uh, grafisch designer zegt ook dat hij branding doet. En dat klopt in een way ook. Die helpt aan de branding. Ja. Dat is een stuk van. De branding. Um, maar vooral hier in, in België, maar eigenlijk een beetje over Hans Europa, is dat niet zo duidelijk uh -huh. uh, wat dat branding exact is. En ja, we hebben zelf geen website, dus we gaan de steek nou heen en maken. <laughs> <laughs> ja. Nee, nee we hebben wel een, maar er staat op dat we er geen tijd voor hebben om de goede te hebben. Wow. Um, maar eigenlijk een beetje wat we met Claire, wat ik daarnet zei van Claire, hè, zij was die een kern, dat, dat gaan bouwen vanuit één punt, zodat uh -huh. heel duidelijk, heel. Clear is voor elke stakeholder, dat is wat we super gaar doen. Mm -hmm. Ja, ik denk Claire en ook die een. Ja, Shea Claire was echt heel purpose-driven en dat kwam vanuit die Claire, maar um, in een periode dat er, dat er heel veel niet mag, um, worden we met Claire het verschil. Maar, maar je kunt dat. Beter ja, zeggen. het is inderdaad die purpose. Allee, we zitten inderdaad in een en ik spreek wel. Pre-corona, want ondertussen is dat wel een stuk veranderd. En het was allemaal. Alles moest zo. Hij moet gaan werken, maar hij moet ook wel een carrière maken. En niet gewoon maar een job mm -hmm. hebben. Hij moet goed zijn mijn kinderen? Hij moet uh, gaan sporten. Hij moet nog lopen en yoga doen. Maar blijkbaar is dat niet alleen. Is dat ook niet sport? Dat is nog iets je anders. Je moet, het moet het al dat zijn. allemaal zo doen. En hij moet likes hebben op hun Instagram, en je Instagram. Hij moet netwerken. Hij moet dit en dat, hè? En ja. gezond en groen zijn. En duurzaam. En niet te veel de vlieger pakken. En. Ho, en we van, in een wereld dat er al zoveel moet, mag er ook wel nog een keer iets. Mm. En als je dan toch al zoveel gaat gaan lopen en yoga doet en je vlieger niet meer pakt, moet je wel nog een keer genieten van een stuk patisserie die overvol zit met suiker. Het is oké okay om een keer, niet te moeten moeten, maar om een keer te mogen. En om gewoon 15 minuutjes in je dag te beslissen van fuck it, um, oh. ik ga dit nu gewoon doen. En ik ga er een glas champagne bij drinken, ook al is het donderdag 5 uur. Nobody cares. Max? Ja, en het leven op Aruba, wat mag ik mij daarbij voorstellen? We hebben natuurlijk we hebben wel heel veel gewerkt, want anders kunnen ja, we het ook niet. niet kunnen betalen van de rest <laughs> te zitten. Maar we hebben dus eigenlijk niet, zeker niet minder gewerkt, in mm -hmm. tegendeel. Maar onze werkuren waren net iets anders. Hè. Dus mm -hmm. om daar voor onze Belgische klanten een beetje mee te zijn in die timing, stonden we daar toch om half vijf op. Mm -hmm. Dus um, tegen dat je wakker zit, tegen dat je je koffie eh, gezet hebt, dan gingen we ook meestal al een keer een loop gaan doen. wat mm -hmm. natuurlijk wel aangenaam is als het altijd goed weer is, ook straks. Um, en dan achter dat loopje ja, dan begonnen we eigenlijk aan onze eerste calls, Zo rond vijf uur, half zes hadden we toch ja. onze eerste meetings. Het leuke daar was dat eigenlijk onze Slack, onze mails, alles dat zat eigenlijk vol. Want onze klanten en de teams voor de bedrijven waarvoor we werken, die stuurden um, al dingen door. En wij stonden eigenlijk op met een beetje een achterstand, maar waardoor dat je eigenlijk wel direct plots een heel pak to-do's hebt, mm -hmm. waardoor dat je een dag eigenlijk vertrekt met een, met een kickstart. Een start, je kunt hè? één achterstander gaan afvingen, waardoor dat je eigenlijk heel veel energie van krijgt. En tegen ja, twaalf uur onze tijd daar, was het hier al zes uur s'avonds. Waardoor dat dan alles een beetje wegvalt. Je communicatie, je telefoons, waardoor dat je nog keihard gefocust kunt doordoen mm -hmm. aan een paar dingen dat je echt afwult, waardoor dat je eigenlijk tegen twee, drie uur kon stoppen. En dat is een, een fantastisch ritme, want dan konden wij eigenlijk nog gaan gaan hiken. We hebben leren kitesurfen. We gingen gaan wandelen. Um, en we, deden, we namen echt tijd. We, we, hadden eigenlijk, we hebben in de afgelopen tien jaar nog nooit zoveel tijd gehad voor elkaar. Mm -hmm. ook, want dat is ook belangrijk. We hebben al heel veel gewerkt. We hebben al heel veel uh, waterkens doorzwommen um, mm -hmm. op werkvlak. En een keer privé echt tijd hebben voor elkaar ook. Ja. En gewoon ook. Geen extra impulsen, geen sociaal leven, geen familiaal leven, geen ja, evenementen, geen feesten. Geen... Oké, okay, hier was dat natuurlijk ook niet, maar daar ja. was dat nog meer uitgesproken. Heeft, heeft heel veel deugd gedaan. Ja, een beetje vertragen en elkaar terugvinden zo, ja. op een of ja. andere manier. Ja. Ja. Zalig. En wat pakken jullie mee? Jullie zijn terug van vorige week. Wat willen jullie meepakken vanuit die zes maanden om terug, ik veronderstel dat dat het plan is, om terug hier uh, op te starten. Tranquilo. Tranquilo, Ja. ja. Oké, okay. zalig. Dat is, echt, dat is echt maf daar, hoe, hoe anders dat, dat is. Want op een bepaald moment... Ik ben daar verjaard, terwijl we daar waren. En um, we gingen s'morgens gaan hiken met een van de eigenaressen van het hotel en de marketingmanager van het hotel. Met een begeleider, want het was een hike dat wij niet kenden. En dat was op mijn verjaardag. En het was een korte hike. Ik denk na anderhalf uur waren wij terug aan het auto. En... Um, we hadden een flesje mee, dus ze drinken zo'n glas. En ik had het gevoel dat er nog iets moest gebeuren. Ik had het gevoel dat iedereen het aan het rekken was, doordat er nog iemand ging toekomen of dat er een verrassing ging komen. Of... Maar ik dacht, hé, nee, we staan nu toch vrij lang, gewoon aan een auto, met zo wat te lullen. En er was helemaal geen verrassing. gewoon omdat het kan, het is zaterdag, het is die verjaardag, Ik, verjaardag, mijn kind zit bij een babysit. en daar ook, ja, gewoon, rustig. En dan hebben wij daar nog. Maar dat je langer aan die dan en zeven hem, nog achteraf, dan dat wij effectief gewandeld hebben. Ik vond dat geweldig. Ik vond dat ja, echt cool. En, en het, het komt ook allee, allemaal zo'n beetje samen. Ik, ik, ik persoonlijk had voor het vertrokken zijn nog nooit eigenlijk... voel dan een beetje, als ik het nu zo denk wat beschamend over. Maar nog nooit eigenlijk deftig de tijd genomen voor... voor te Lezen. We hebben wel eens een keer ja. een businessboek uh, mm -hmm. voor het een of het ander of een keer iets over, over iets wat dat binnen nu mm -hmm. vakdomein past, maar echt een, een roman lezen, dat voelde voor mij altijd tijdverlies. Hoewel mm -hmm. dat dat helemaal niet is, maar ik, ik kon mij daar niet aan zetten. Ik had altijd het gevoel dat ik wel nog iets kon doen wat dat meer opbracht of Nettiger wat dat was, belangrijker ja. was ja. dan eigenlijk een keer effectief een, keer een paar uur lezen. En ja, daar. daar um, wel tijd genomen om, om boeken te lezen en om, om ja, eigenlijk gewoon ook een keer niets te ja, moeten. En, en dat is wel iets wat, we, ja, wat ik toch wel ga meepakken hier. Mm -hmm. Om te zorgen, want dat, dat, dat geeft zoveel rust en dat, dat zet zoveel meer in perspectief voor wat je allemaal doet. Dan constant te zitten rushen en s'avonds dan toch nog die ene mail te willen sturen die dan uiteindelijk toch nog niet goed is omdat je dan toch al te moe bent. Mm -hmm. Tranquilo. Tranquilo. Geweldig concept. Ja. <laughs> Conceptueel. All right, er zijn nog uh, jonge kerels, jonge jongens. Wat, uh, wat willen jullie nog doen in het leven? Naast wat jullie op vandaag doen. Wat zijn nog dromen die misschien in Aruba tot stand zijn gekomen? Goh, ik denk dat wij wel beseft hebben, door zo lang daar te zijn, is dat wij niet... Nee, het is, het is een echt een, een beetje een... Uh... Een concept dat er met de paplepel wordt ingegeven, dat je woont, werkt in het land waar je geboren bent en dat je op reis gaat naar een ander land en dat je dan tijdens die reis zeker vooral niet naar je mails kijkt en niet naar je telefoon, en dat je van de wereld verdwijnt, voor op te laden om dan terug te landen in die red race. Dat concept kan toch wel iets anders, naar ons gevoel. daar nu zo lang te zitten, en we ook wel beseft dat dat voor ons niet hoeft om... 100% van onze tijd in België te zijn. Wij worden zo geïnspireerd van, van te reizen. Wij worden vrij hard getriggerd door dingen dat we zien terwijl we aan het reizen zijn. En wij vinden het ook perfect oké okay om, als we ergens in het buitenland zijn, om van daar ook uit te werken. Mm -hmm. Dus het meer in balans gaan vinden van, van um, dat reizen en in het buitenland zijn en toch nog aan het werk zijn, is denk ik een, een beetje een nieuwe nieuw normaal toch, waar we naartoe willen. Ja, en ondertussen vries veel concepten bedenken. Ja. <laughs> ja. ja. Nee, dat vind ik tof. Nog, um, oh, nog een jaar of tien, vijftien. U daarop focussen. En dan nog een keer iets anders beginnen. Ja, zoals. Ja, ik denk, zo die begeleidingen dat ik in het begin zei, mm -hmm. denk ik dat ik daar. Je ah, hebt nu veel coaches. Hè. Het is nu uh, op het van allerlei soorten, nu al. Wel... Twintig verschillende soorten. Ja, is zo. Keuze genoeg. Ja, ja. Um, maar dat is wel iets dat mij interesseert, om, ja. maar nu nog niet. Hè. Nee. Moet eerst zelf nog wat rustiger worden. <laughs> <laughs> en dan, uh, ja. Omdat ik ook weet, ja, nu zijn we ja, echt nog super creatief en zijn we, ja. zijn we echt goed in wat dat we doen. Ik weet ook, op mijn vijftigste ga ik niet meer met de beste concepten afkomen. Mm. En oké, okay, we zullen waarschijnlijk binnenkort alweer weer een team opstarten, maar we hebben niet de ambitie om echt een huge agency te worden. Um. Dat hoeft niet meer. Nee. Oh nee, ik... <laughs> Anders kunnen we even overleggen. Dus, uh, of iets met dansen nog misschien? terug. Stel die voor. Dat al... Dansen voor senioren. Dat is, uh, ook een markt voor. Hè? Pas ook ja. uh, uh. All right. En dan de uh, laatste vraag die, die ik altijd stel uh, aan alle collega-ondernemers, bedrijfsleiders. Welke boodschap willen jullie nog meegeven? iets dat we nog niet gezegd hebben, <laughs> bijvoorbeeld. Um. Zou ik anders beginnen dan kan niet. Um, wat we eigenlijk veel in ons keynote zeggen en wat dat voor ons ondertussen meer dan ooit duidelijk geworden is, is um maar we zeggen dat vooral ook tegen starters die, die nog een beetje allee, op zoek gaan en zo. Maar echt gaan zoeken waar je zelf goed in zit En waar je bovengemiddeld beter bent dan iemand anders. Van daar vooral op te focussen. En van je vooral te laten omringen met andere mensen die beter zijn op die andere vlakken. Want er zijn, je kunt niet in alles goed zijn. Je zijn niet de... de ja, niemand is, is superman of, of superwoman en je kunt niet de beste verkoper zijn en de beste boekhouder en de beste websitebouwer. Je kunt dat allemaal misschien wel een beetje, maar er zijn maar een paar skills die je als ondernemer goed maakt. En het is erom niet, omdat je een CEO bent van een bedrijf, dat je erom niet bepaalde taken niet door andere mensen mocht laten doen. Soms gaat het mis als mensen als zaakvoerder of CEO toch het gevoel hebben dat ze het, dat ze het beter weten. Sommige klanten van ons, of in het verleden, of mensen waar we mee gepraat hebben, als, 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 als je op sommige domeinen als CEO alles wilt stroomlijnen en, en onder controle hebben, je niet van alles verstand hebben. Ja. Of, dat klinkt waar, maar... Nee, ja, ja, het is zo. Je niet in alles goed zijn, en soms is het ook gewoon goed om mensen te hiren of te ontborden, die net veel beter zijn in hetgeen waar je niet goed kunt. En ik denk dat dat. En ze dan ook wel dat vertrouwen te geven om het ja. dan ook wel te doen. Ja. Mm -hmm. Herkennen waar dat je niet goed in bent ja. en andere ja. mensen dat laten uh, doen. Alright. Ja. Je anders? Laat je niet doen door negatieve energie. Okay. Um, er, zijn, er gaan altijd dingen mis en dat is gewoon zo en dat kun je oplossen. Um, het zal misschien vandaag niet zijn, het zal misschien lang duren, het zal misschien veel geld kosten of veel werk- en energiekosten, maar vooral als je bij sommige mensen een negatief gevoel hebt, mm -hmm. ah, blijf er van weg. Okay. Hoe slim dat ook zijn, hè? of hoe interessant dat zoeken zijn, jij zei altijd nog je, je beste een asset en je energie is, is heel valuable. Mm -hmm. Ik zeg, shit gaat er altijd zijn, maar als je, je ambtant wordt in een bepaalde situatie, dan moet je weglopen. Zoeken naar de positieve energie. Ja, ja, de... ja ja dus ja het, het zegt niet dat je alleen maar positief moet zijn nee, hè. er is nee. gewoon heel veel shit hè, als ondernemer uh, maar mensen waar je een, een slecht gevoel bij hebt mm -hmm. dat moet je gewoon niet doen mm -hmm. ook al beloven ze en kun er echt veel geld mee verdienen hè mm -hmm. moet je niet ja. alright twee mooie boodschappen om dit uh, uh, gesprek neer te leggen super bedankt Heel fijn om jullie nog ja. in de Aruba-vibe te kunnen <laughs> uh, horen. En tranquilo ga ik zeker uh, meepakken. Uh, heel veel succes nog in alles wat, uh, wat jullie doen Dank je wel. met uh, jullie de concepten. En uh, ik zou zeggen, uh, tot binnenkort. Top. Bye-bye. Ciao. Ciao. Bedankt om te kijken of luisteren naar deze aflevering van onze podcast. Abonneer je nu via Spotify, YouTube of Castbox om geen enkele aflevering te missen. Tot binnenkort.